Welkom bij een nieuwe 51 Podcast. Vandaag weer te gast Rut Elvers. Ruud, deel 3 alweer. Ja, deel 3, ja. ja. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Dus ja. voor mij, uh, um, uh, we gaan het over het God en het Goddelijke hebben. Ja. Dat is voor mij iets heel spiritueels. En dat kan dus heel filosofisch worden. En de vraag is: krijgen we dat zo goed voor elkaar dat mensen het kunnen volgen? Ja. Dat is eigenlijk de enige vraag. Dat maakt me een beetje zenuwachtig. Ja, precies. Ja. Nou ja, anders, anders trek ik je soms even naar beneden. Ja, doe dat maar, ja. <laughs> <laughs> dus ik ben zweverig geworden. Ja, precies. Het mooie is dus dat het vandaag, als we het dan over religie hebben, daar gaan we het sowieso uh, ook over hebben. Ja. Yeah. Uh, dat het vandaag offerfeest is. Oh, van de laap. Ja. Ja. Yeah. En uh, dus uh, dat kwam ik achter, en terwijl we over dit topic gaan hebben. Ja. Yeah, yeah. uh, en ja, normaal gesproken vinden, dit, vinden mensen dit allemaal lastig, want iedereen heeft een andere... ...opvoeding meegekregen en zo. Ja. Alleen ik vind het wel belangrijk om... Ja, hier ook over te frustreren ja. ...met mensen die vooral ook niet islamitisch zijn. Nee. Uh, van dan... Uh, ja, kan je misschien dingen van elkaar leren. Ja. Um, als we dan terugpakken naar deel 1 en deel 2... ...in deel 1 hebben we gehad over gezond zijn... ...en gezondheid. Nee? Ja, gezondheid. En daar hangt wat anders aan. Ik, ja. ik maak... Uh, uh, ...het gezond zijn zie ik als een zijnsvorm... ...als iets wat oneindig is... Ja. Waarbij je in geluk leeft. Dat overstijgt het gevoel gelukkig te zijn. Ja. En dat koppel ik aan het goddelijke. Aan uh, uh, zeg maar me almachtig kunnen voelen. Alles machtig te kunnen zijn. Zonder dat ik nou in de angst schiet voor de dood of voor bedreiging enzovoort. Ik, ik ben wie ik ben en dat is oké okay, zoals het is. Ja. Uh, onder alle omstandigheden weet ik mezelf te handhaven. Te redden en ook te zelf helen. Dat is gezond zijn. Gezondheid hebben we toen gezegd van dat is een. Tijdelijke toestand en hoedanigheid van bezond zijn. Daar speelt dan uh, nog niet, niet alleen de zon van buitenaf, Maar ook hoe he, creëer je intern je eigen zon. Ja. Daar is dan weer voeding afhankelijk en beweging afhankelijk. En het hart, het hart uit het hart moet kloppen. Daar hebben we het een beetje over gehad. En nu, uh, toen ontstond ook het idee. Toen we deze, dit voor het voor bespraken, bespraken. Dan maken we er ook eentje over het god en het goddelijke. Ja. En welke relatie heeft het dan met gezond zijn... Waarbij ik dus eigenlijk mijn gezondheid verlaten heb en naar een andere dimensie van zijn ben gestapt, gegroeid, getransformeerd, getranscendeerd als het ware. Ja. Ik voel me een oneindigheid, een tijdloosheid. Ik neem mijn jeugd mee, mijn ouderdom in. Ja? Ja. En ik voel me net nooit ziek, zielig, zwak of misselijk of onderweg dat te worden. Want ja. dat kan wel met gezondheid zo zijn. Dat is maar iets tijdelijks, iets wat meer het lichamelijk om, om wat daar hebben we het toen, toen over gehad. Uh, het tweede deel ging over femininiteit en ma masculiniteit. Uh, de rode draad er doorheen, is, is dat het uh, uh, eigenlijk twee tegengestelde krachten zijn, die omgedraaid evenwaardig gelijk behoren te zijn. Ja. Omdat de natuur, alles in de natuur, alles in het heelal, symmetrie creëert. Altijd. En symmetrie is dus letterlijk links en rechts is, zijn twee spiegelbeelden. Ja. En daar horen dus twee verschillende krachten zijn die toch hetzelfde zijn, omgedraaid, evenwaardig, gelijken. Dat is ook hetzelfde geld voor God en de duivel. Ja, ja. Ze zijn eigenlijk hetzelfde maar omgedraaid evenwaardig Dus ze zijn beide krachten die invloed hebben. Hetzelfde geld voor dag en nacht. Hetzelfde hoog en laag. Dus ik moet eerst door mijn knieën zakken om op te kunnen springen. Dat is ook omgeruid, even snel. Ja. Ja, nou, ja, ja, mooi. Ja. Ja. Um, um, dat als je dat doorhebt, dat, het, dat, er, dat alles een symmetrie is van evenwaardigheid... dan is dat, als je dat doorhebt, dan is dat feitelijk iets mystieks... dat je zegt, verrek... Zou dat nou iets te kunnen maken hebben met een hogere dimensie van zijn en denken? Hoger zi meer zien? Zien voorbij het kijken? Uh, voelen voorbij het voelen? Uh, voelen voorbij het aanraking? Dat je kan voelen zonder aanraking, als het ware. En horen voorbij het luisteren. Ja. Of het luisteren voorbij het horen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus er zit iets mystieks in dat geheel. En daarom zeiden we van nou, het mystiek is natuurlijk ook het goddelijke. Maar nou, ja. wat is dat nou? Ja precies, wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja. En uh, hoe ik daarnaar kijk, is het goddelijke, uh, zie ik dan als iets mystieks. En dan moet je, eerst, moet je eerst even zeggen, wat dan mystiek? Mystiek is iets dat, iets verborgen. Dus het, het, het ondergrondelijk, het niet te begrijpen, terwijl ik het toch wil grijpen. Ik kan het niet grijpen, maar ik wil het begrijpen. En toch kan ik het niet grijpen. Ja, ja. ja? dat is iets ondergrondelijks. Nou, dat is toch ook het God. Wat is dat dan? Is het een entiteit? Zit hij daar met een toverstokje? Of hij nou Allah heet, jawel of God, dat maakt niet uit. Ik zie dat als, e als één energie. Ja. Ja? Andere benamingen, of vooral vanwege van andere culturen en dus ook andere woorden die gebruikt worden in culturen. Maar feitelijk is het hetzelfde. Ik zie het als één energie. Ja. Met andere woorden, is het een entiteit? Is het een lichamelijk wezen die daar ergens op een troon zit? Hmm. Nee, dat kan niet. Dat, dat, dat kan er bij mij niet in. Um, terwijl we dat wel ooit eens een keer op school is verteld, bij wijze van spreken. Ik ben een, 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 laat ik zo zeggen: ik ben een uh, ongelovige atheïst um, die toch iets gelooft. Nee, die iets weet. Ik ben het geloven voorbij. Hm. En wat bedoel ik daarmee? Geloven laat altijd iets over voor. Ruimte voor twijfel over. Het kan zo zijn, maar misschien ook niet. Dus als ik iets geloof, moet ik met wilskracht doen gelo denken te weten dat het zo is. Het is geen weten zonder te weten, want dat is wijsheid. Ik weet omdat ik weet, zonder dat ik echt weet waarom. Ik weet dat het waar is, omdat mijn intuïtie, mijn instincten dat zeggen. Zo leeft de hele natuur. Wij niet. Wij leven uit die natuur vandaan, uit dat, we weten niet wat het mystieke is, we willen het wel woorden geven, dan geven we het woord God, bij wijze van spreken. En dat is dan iemand die, en toen was er licht, bij wijze van spreken, schrijft de Bijbel. En in zes dagen werd dan de hele wereld gemaakt, wat voor mij gewoon een metafoor is. Dus ja. God is voor mij niet een entiteit, niet iets lichamelijks. Dus dat moet dan een energie zijn. En wat is dan een energie? Dan moet je weten wat energie is. Want er wordt ook gezegd: God is liefde en licht. Als ik dan vraag, nou vertel me dat dan eens. Niemand kan antwoord geven. Nee, ze geloven dat het zo is. Maar ze kunnen het niet verwoorden. Ja. Ze kunnen het geen woorden geven en dus duiden. En, uh, dus dan vraag ik wat liefde is. En dan gaat iedereen zeggen: Ja, als ik goed in mijn vel voel, als ik uh, 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 in vrede kan zijn met iemand. Ik zeg. Dat is het gevolg van liefde. Hmm. En liefde is dus, nee, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, uh, liefde is een onbegrensd gevoel van begrip, onvoorwaardelijke aanvaarding en vertrouwen en is daarmee de expressie van eenheid. Dat is liefde. Ja. Dus als God liefde is, moet het een eenheid zijn. En als je. Werk ik dat weet een eenheid. Dus als ik me een eenheid voel, kan ik me dus als het ware goddelijk voelen. Wat is daar dan de expressie van? Dat ik verdraagzaam ben, dat ik tolerant ben. Dat ik man en vrouw als evenwaardig omgedraaid gelijk zie. Dat ik geen oordeel meer heb. Dat ik me durf over te geven aan het, aan het zijn van een ander. Ik ben dus altijd in vrede met mezelf en dus ook in vrede met het andere. En daarmee ben ik toch totaal vrij. Ben ik los van mijn insnoeringen. Los van mijn beperkingen. Los van, 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 van dictaten. Zelfs van, van de Bijbel en, 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 en de Koran. Ja. Ik ben los van dictaten. Omdat ik niet meer geloof. Ik weet. Ik heb mijn eigen interpretatie aan te geven. En dat mag. Want daar, en daarmee voel ik me letterlijk in geluk. Dus God en het goddelijke is... Voor mij niks meer en niks minder. dan dat ik mezelf in mezelf ontmoet. Dat ik mezelf in mezelf leer kennen. Dat ik mezelf in mezelf leer zien. En wat is dan dat zelf? Dat is dan de volgende vraag. Ja. ja nou, we, we zeiden dat God licht en liefde is. Dus uh, in mijn is uh, uh, licht en liefde hetzelfde, hetzelfde. Dus voor mij is leven, licht, liefde, God, orgasme zelfs. ...orgastisch geladenheid of... Uh, uh, ...en dus ook persoonlijkheid... ...het individu... Ex, ...allemaal hetzelfde fenomeen van energie. En wat is dan energie? Nou, dat is iets zeer mystieks. Kan je het grijpen? Als je twee magneten hebt... ...als het plus en min is... ...pok, hij elkaar aan. Dus er is iets wat een aantrekkingskracht heeft... Maar kan je dat dan grijpen wat die aantrekkingskracht is? En als ik plus plus polen heb en ik doe ze tegen elkaar en dan krijg ze never nooit tegen elkaar aan. Er zit iets tussen wat energie is, maar ik kan het niet grijpen. Ik kan het ook niet begrijpen. Misschien is dat wel het goddelijke, die energie. Dat is toch heel mystiek? En de, het hele heelal bestaat uit die energie. Uit die energie, en dat is dus letterlijk elektromagnetische lading. En hoe ontstaat dat nou, dat hele multiversum? Het is niet, Wij zitten in een universum, maar het is een oneindigheid. Dus het is een universum, nou een universum, nou een universum, wat allemaal op elkaar inhaakt. Ja. En als je dat gaat ontleten, die, eh, eh, die elektromagnetische lading, bestaat het uit zeer kleine elektrisch geladen deeltjes, die we dan quanta, uh, quanta noemen. En die hebben allemaal een beetje, die wisselen wat informatie uit, oftewel wat energie uit, waardoor het een beetje fluctueert. Nou, dat, met andere woorden, dat beweegt. Nou, wat is het kenmerk van leven? Beweging. Dus daar is letterlijk leven. Omdat het beweegt. En daarmee is dus ook letterlijk bezield met licht. Zou nou het goddelijk in jou niet het kunnen vinden van je eigen licht kunnen zijn? Van je eigen ziel kunnen zijn? En als je dat toegelaten hebt, goed, zicht, goed ziet en je daaraan overgeeft. Zou je dan niet volledig vrij zijn van dictaten, insnoeringen, en beperkingen? Dan ben ik toch goddelijk, ben ik toch almachtig? Dan voel ik me toch in ieder geval zo? Dan ben ik toch een inspiratie voor iedereen die met me omgaat? Is dat niet wat de Koran en, en de Bijbel en al die andere oude geschriften eigenlijk allemaal zeggen? Als rode draad, met andere woorden. God vinden, God toelaten, is voorwaardelijk om in gezond zijn te kunnen leven. Ja, en het ja. God vinden, God toelaat, is letterlijk, ik laat mezelf toe in mezelf. En ik jaag dus niets meer na wat een ander aan me voorhoudt dat God is. Of, ja, dat noemen we dan religie. Die zegt, nou dit is God, en dan jaagt dat naar mijn, En bid zo een keer per dag, en ga, ga zondag naar de kerk drie keer, en uh, weet ik voor wat. Allemaal insnoeringen. Daarmee vernietig ik mijn eigen licht. Want ik moet het licht zijn van iets wat iets anders is, wat dan God wordt genoemd. Of jaweh, of Allah. Voilà. Nee, dat zie ik niet, God. Dat zie ik als die duivels. Die iets door mijn strot wil duwen wat ik niet ben. Wat ik niet ben. En daar komt altijd tirannie uit voort. Altijd. Komt altijd iets duivels uit voort. Want mensen voelen dat. Op de een of andere manier. Ja, en ik ga hem eens goed. Goed kijken. Het is geen waarheid, het is ook geen wet van mede- en persen, maar er is wel een correlatie tussen religie en tirannie binnen gezinnen. Vaak. He, met vaders die zeer dominant en gefriseerd kunnen zijn, of moeders enzovoort. Die onderlinge relatie. Hoeveel, eh, vooral binnen, binnen, binnen de moslimgemeenschap, hoeveel eh, jonge vrouwen van 12, 13 jaar worden al niet uitgehuwelijkt? Tegen hun zin in, die moeten gaan vluchten enzovoort. Dat bedoel ik met tirannie. Dus dwing, dwangmatig iets willen doen. Maar is de hele economie ook niet een religie? De Nederlandse economie bedoel je? Nee, de, uh, over, de, over de place. Het ja. proces. Economie, kap, kap, kapital, kapitalisme. Ik jaag geld naar het, de nieuwe god. <laughs> ja. ja, wordt niet door de trots gehouden. Um, reclame en propaganda is het precies hetzelfde wat een pastoor op de kansen verdeelt. Die staat ook daar... zijn waarheid te vertellen... uit de oude geschriften. En iedereen moet in de kerk maar ja knikken bij wijze van spreken. Of, uh, en weer na, naar huis gaan. En uh, dan weer bidden. S'avonds of... weet ik veel Allemaal wetten en regels en richtlijnen die... het werkelijk ware zijn van jou ontnemen. Je moet dus iets volgen... wat een belang van een ander dient. Wat het belang dan ook is. Nou in de... Economie is dat het belang geld, macht, geld, dus veel geld bezitten. Dus, dus er wordt iets gecreëerd van uh, een geldstroom naar uh, uh, mensen toe die iets te verkopen hebben. Dus wat gaan die doen? Gelijk religie iets vertellen, om te zorgen dat ze een community creëren, dat een drankje narendt, of uh, mooie auto's narendt, of whatever. We gaan allemaal rennen achter iets wat een illusie is. Dus gelovers, of het nou in de religie is of de religie van de economie is, krijgen een illusie, een natte droom voorgeschoteld. Ren daar nou maar achterheen. En als je dat dan achterna rent en je hebt het gevonden, dan voel je je bevrijd. Dan ben je het, dan voel je, je oké. Okay. No. Want als je daarna bent, denk je. Ja. Dan moet ik alweer weer nieuws. Weer een nieuwe reclame, weer een nieuw. Een nieuw. En, en, enzovoort. Ik ben je chronisch aan het jagen. Dus je vindt never nooit een zijnsvorm. Je bent altijd een jaagvorm. Een achternarenvorm van een illusie, zeker na te droom. Dat kan, dat, en dan gaat zelfs je gezondheid naar de rats, Want ik ben zo aan het jagen. Zoveel stress en alle hormonen en cortisol enzovoort. Ik kan mezelf nooit vinden. Nou, hoe zie je dat nou in onze maatschappij dat dat zo is? We zetten zonnebrillen op, we zetten hoodies op, we zetten oortjes in, chronisch. We zitten chronisch naar een telefoon te kijken. We zitten of, 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 die, de of van die weet ik veel. En daarna, ik sta niet meer open voor informatie. Ik sluit me totaal af. uit angst dat ik niet voldoe aan de uh, richtlijnen, wetten, protocollen. van de religie. Het zij godsreligie, kerkelijke religie. het zij religie van de economie. Want ik moet chronisch jagen. Dat geeft ontzettend veel onrust. Nou, daar sluiten we naar ons vanaf, als het ware. Dus dat is één van de, van, de, van, de, van de kenmerken, vind ik. Dus als je zegt: wat is God? Dan is dat een energie. En wat is energie? Energie is iets waar niemand weet wat het is. Het, is elektri het moet elekt elektriciteit zijn. Dat moeten elektronen zijn. Nou, wat is dan een elektron? Haal dat nou maar eens uit elkaar. Dat bestaat ook uit kleinere fragmenten van energie. Niemand weet exact wat het is. Iets heel mystieks. Maar het heeft heel veel invloed. Als ik een bal tegen je gooi, dan is dat een overdracht van energie. Dus heeft het impact? Een meteoriet die op de aarde is laat, heeft energie vanwege een bepaalde snelheid, een bepaalde massa, en dat doet de aarde trillen. Nou, dat is energie. Maar hetzelfde geldt voor energie op zielsniveau. Als jij op straat loopt en er loopt 200 meter iemand achter je en die tuurt je heel indringend aan in je rug, dan stop je en draai je om. Ja. Er is energie, niemand weet wat het is, maar het heeft impact. Hetzelfde gebeurt als jij als man uh, verschrikkelijk mooie vrouw ziet. Ja. Doet het ook iets met je, Ja, zeker. Je, je, je voelt zonder aanraking. Hm. Nou, als je je daar al voor afsluit, dat kan, hè? Dan ben je heel... Je, dat noem ik, ze zijn zeer laag ingewijd. En we moeten straks maar eens hebben over, over zo'n inbeidingsproces. Hoe kom je nou tot dit? Tot orgastische energie. Waarbij als je dat hebt, en dan voel je dus almachtig en goddelijk, dan heb ik letterlijk mezelf toegelaten, dan heb ik dus altijd impact op mijn omgeving. Die altijd optillend is, die altijd waarheid brengt. En waarheid, dat kan pijnlijk zijn, maar uiteindelijk brengt waarheid vreugde. En vreugde brengt liefde. Een goede vriend en een goede vriendin vertellen elkaar altijd waarheid. Hoe pijnlijk ook. Want het schenkt altijd vreugde en liefde. Namelijk eenheid en eenwording. En dat zie ik als God en het goddelijke. Dus waar gaat het dan om? Het vinden van waarheid. Waar gaat het om? Het vinden van je eigen licht. Waar gaat het om? Min of meer je eigen ziel leren zien, leren voelen, leren erkennen. En dan de laatste fase van zeg maar, dat werkelijk leren zien en voelen is. Dat je volledig beseft dat jij weliswaar hier een lichamelijke entiteit bent die losstaat van het geheel. Maar tegelijkertijd het geheel is. Zoals een wolk dat is. Een wolk is een kristallisatie van waterstof. Water. H2O. Bepaalde temperaturen doen hem laten ontstaan. Dus dan zie ik de kristallisatie. Het lichaam van een wolk. Maar het is een tijdelijkheid. Want temperatuurverschillen. Hij vervliegt. Hm, zouden wij dat als mens ook niet zo zijn? Een kristallisatie van het geheel. De wolk ontstaat uit het geheel. Kristalliseert, condenseert. Is lichamelijk geworden. Het is eigenlijk een soort vertraging. Want het geheel is heel snel. Dus oneindig in snelheid. En het wordt door temperatuur. Dus kouder en, uh, en opstijgen enzovoort. Uh, uh, wordt dat gekristalliseerd, dat je begrijpt wat ik bedoel, gecondenseerd wordt een lichaam, maar dat is een tijdelijkheid, want de temperatuurverschillen enzovoort, hij vervliegt weer. Dan wordt hij gewoon weer het geheel. Ja. Wij zijn precies hetzelfde. We zijn een tijdelijkheid en die af en toe eens even terugkomt. Dat noemen we dan incarnatie, wat letterlijk zo is. We zijn letterlijk een incarnatie, dus een belichaming van het al, van de energieën die in het universum zitten. Dat kan je vinden uh, 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 dat dat zo is. Dat, uh, want licht is een trilling, elektromagnetische trilling, dus het gaat op en neer en gaat zo. Uh, en daardoor maakt, uh, draait het. Uh, dat heet vortex. Uh, uh, en een vortex is. Uh, uh, creëert altijd magnetische krachten. Dus iets wat elektrisch geladen is, wat twee even omgedraaid, evenwaardige krachten zijn. Nou, kruis, spirit betekent, met adem, dat betekent dus spiritueel, geest. Dus uh, zelfs het elektromagnetisch laden gaat op en neer en gaat zo en daardoor gaat het draaien. En alles wat draait is magnetisch geladen en magnetisch geladen heeft impact. En dus is dus energie. Maar dat die, je kan dus zeggen het licht wat, wat we dan zien, is dan weer een, uh, een vertraging van iets wat veel sneller is. Dat kan niet anders. Want er moet, licht is niet het snelste. Er moet iets onder liggen wat zo snel is, in oneindigheid is snel is, wat energie verliest, wat wij dan zien als licht. Wat dus ook weer elektromagnetische lading is. Dus onder de elektromagnetische lading ligt de elektromagnetische lading. En daaronder ligt een markt enzo, 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 Enzovoort. Ook dat is een vortex. Dat gaat letterlijk de diepte in. In oneindigheid. We hebben nu ontdekt dat in de cel precies hetzelfde gebeurt. Oneindigheid in vortex. Wow. De cel van de mens. Bedoelt. De cel van de mens. Ja. Of oh, van het dier. Ja. Van de plant. Daar, staat, daar zit water in, en dat water gaat draaien. Dat is te moeilijk om uit te leggen. En dat water, omdat het draait, wordt het elektromagnetisch geladen. En de kern is een stilte. Daaromheen zit, zit iets wat anders geladen is, waardoor het lijkt alsof er een membraan zit. Ja, dus zeg maar, Dit is heel wit en dit is iets grijzig. Dus het lijkt verrek. Het lijkt wel een cel in een cel. Nee, het is gewoon water wat verschillende ladingen heeft. En toen zei hij: verrek. Maar in die stilte in het centrum zit hetzelfde. Opnieuw herhaalt het zich. En toen gingen ze dat open. Het herhaalt zich, het herhaalt zich, het herhaalt zich. Dus iets wat groter is in de cel, een, een druppel. Daar zit een druppel in, er 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 zit een druppel in. Je zou het leren kennen van jou, jouw ziel. Niet een inwijdingsweg kunnen zijn. de diepte in. Het heelal is zo. Het zit in de cel zo. Zelfs je DNA is zo. Maar dan moet je wel openstaan voor die informatie. Dus Wat, we wat, dan wat is dan het proces van zo'n inwijding? Uh, dat loopt altijd uh, uh, via. dat noemen we uh, de rode draad. Door de, door de, inwij de inwijding. Dat begint ergens. Ja. En het eindigt ergens En de rode draad van dat hele proces, wat uit gewoon vier, vijf, zes stappen kan bestaan, is ellende. De rode draad van het hele haal is verdriet, pijn, ellende. Oftewel, je moet je eigen kruis dragen. In elk leven dat je hebt krijg je een kruisgang. En pas als je je kruisgang begrijpt en doorleefd hebt, ontstaat verlichting. Want dan pas kan ik me opgelucht voelen. Wow, dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Het kan heel klein zijn. Hè? Dat je me aanhikt tegen een, een opdracht of je moet iets doen als ik dat voor elkaar krijg enzovoort. Ja? Of een heel vervelend gesprek aan moet gaan met iemand. Omdat je waarheid moet brengen en je doet het dan is dat een heel klein kruisgangetje, zo'n proces. Dat brengt altijd opluchting, dat brengt altijd vreugde, dat brengt altijd licht. Ja. Dus de rode draad is kruisgang. Nou. De, de eerste stap zie ik als zijnde dat je als mens, dus als entiteit, als ziel, als energie, open moet staan. Volledig open moet staan. Zodra jij je afsluit... En je dus zegt, ik ben niet ontvankelijk voor informatie. En dan ga ik weer terug naar mijn zonnebril. Ga ik weer terug naar mijn oorknop. Ga ik weer terug naar de hoodie. Ga ik weer terug naar een baard creëren. Ik verschuil me omdat ik afwijzend ben ten opzichte van de invloeden van buitenaf. Want ik ben bang dat ik vernietigd word. Ik kan, ben onmachtig mezelf te presenteren als in het licht. Ik durf mezelf niet werkelijk, datgene wat ik werkelijk ben, in het licht te zetten. Hmm. Terwijl dat nu de symbool is van de masculiniteit. Ja, de, de baardje. Ja. Maar het is dus eigenlijk het tegenovergestelde. <laughs> ja, daar hebben we het de vorige ja. keer ook over gehad. Ja. Ja. Laten we daar niet te diep op ingaan. Maar ik zie baard... Ook hier is een correlatie. Hè? Het is niet een wet. Het is niet per se zo. Maar het is een hele grote correlatie. Ja. Ja, dus uh, uh, mannen die een baard gaan dragen... En zeker als het een specifieke baard is... Die een bepaalde vorm heeft... Dan wil hij per se bij... De tribe horen. Want hij durft niet iets te doen buiten het gedrag van de tribe. Dus hij durft niet zichzelf te zijn. Hij heeft nog niet zichzelf toegelaten. Dus stap 1 is altijd openstaan voor beïnvloeding. Nou, wat is het, wat is het heelal? Energie, het zijn kwantumfluctuaties die dus elkaar beïnvloeden. Ze geven letterlijk zich over als energie aan de energie van een ander. En ze geven energie of ze ontvangen energie. Dat fluctueert, dat duwt een beetje. En dat, dus ze staat met open armen en het sluit weer. Nou, dat meest basale proces heet dan oxidatie-reductie. Dat is, oftewel, oxidatie is ik onttrek energie. En reductie is ik krijg weer energie. Meer is het hele, dat is het hele leven. Ja. Dus als ik ziek ben, dan ben ik vergaand geoxideerd. Ik, ik ben niet in staat om energie terug te winnen. Ja? En energie terug winnen kan, hebben we vorige keer gezegd, door middel van de zon. Liefde schenken aan elkaar. Dat is de bron der bronnen van de energie. Eerst liefde krijgen. Eerst licht krijgen. En niet eten. Dat is heel veel een factor, maar is niet het allerbelangrijkste. Ik kan gigantisch veel eten, maar ernstig ziek zijn. Mijn lichaam kan aan de buitenkant oké okay zijn. Maar mijn ziel en mijn geest is ernstig verwond. Dus de binnenkant is gewoon verrot. En daar moet je dus heel veel eten om dat op te vullen. Om dat op te vullen, te vullen, het is gewoon een, letterlijk. Een, eh, omdat ik niet met mezelf vervuld ben, ga ik me vullen met wat anders. Dat kan eten zijn, kan een rook zijn, kan een prikje zijn, kan een snuifje zijn, kan een vreselijk mooie auto zijn die protserig is en die om de twee jaar moet er weer een andere, die nog beter is, nog meer opgeblazen is. Zulke soort dingen, Dat kan je gewoon aan zien. En wat is nou het heelal? Het heelal is eigenlijk iets wat niemand weet wat het is, dus eigenlijk niets. Maar het is met zichzelf vervuld. En waarmee is het dan met zichzelf vervuld? Energie, waar we dan elektromagnetische lading noemen. Van verschillende, uh, van verschillende ladingen. Dus er zijn hogere ladingen en lagere ladingen. Dat wisselt energie uit. Nou, een energie uitwisselen heet is informatie overdragen. En als ik dus afsluit van informatie. Dus ik durf niet jouw woord aan te horen. Jouw mening, jouw kijkwijze. En ik sluit me daarvan af. Zeker te horen in dat iemand bijter gaat doen. Kort lontje. Goed aanvallen als je wat zegt. Ja. Uh, oordeel hebben. Zeggen van de, dat moet jij niet doen. Je moet dat en dat doen. Want dat zou kijk ik kijken, dat is het beste. Dan sluit je af. Je bent doodsangstig dat de mening of het zijn van ander jou onderwerpt. Onmachtig laat voelen. Hm. Nou, ga je het nou eens om je heen. Hoeveel onmachtigen er op deze aardkloot rondlopen? Het lijkt ook meer dan ooit. Ja. Um, hoe kan jij daar tegenaan? gaan? Van? We hadden natuurlijk vorige keer een beetje ook over het maatschappij. Uh, ja. goed, en zo. En nu is er juist wel, ja, je mag bepaalde dingen niet meer zeggen. Je, je, moet, uh, je moet echt bij een bepaald trijp horen, anders word je gewoon gecanceld. Dat soort dingen. Ja. Dat is een beetje allemaal hier stap 1. We zijn eigenlijk allemaal bij stap 1. Dit hoort bij stap 1. Dus met, wat je dus in deze maatschappij ziet, is een enorme angst voor vernietiging. Als het ware, ik mag niet zijn. En ik voel me onmachtig om datgene wat ik ben te presenteren als zijnde dit ben ik. God betekent ik ben. Dus als ik ik ben durf te zijn, omdat ik angstloos ben voor vernietiging, angst, angstloos ben voor de dood, dan zet ik mezelf in het licht. Dan ben ik het licht. Dan ben ik een inspiratie. Als je dat dus niet durft te zijn, dan ben je dus letterlijk afgesloten van het, van het zijn van je eigen ziel. Dan, ben ik, dan word ik ook letterlijk een tiran, Ook naar anderen toe. En dan word ik dus een desinspiratie in plaats van een inspiratie. Een despiratie, moet ik zeggen: despiratie in plaats van een inspiratie. Dat schurkt heel dicht bij narcisme en narcistische psychopathie aan. Dat, dat is gewoon wat je ziet. Dus uh, dat noem ik lage inwijding. Dat zijn laag ingewijden. Momenteel leven we in een toestand van, van, van de wereldbevolking van laag ingewijden. Zeer angstige, die onmachtig zijn zichzelf als ik ben te presenteren. Als werkelijk als ik ben. Ja? Ze doen wel alsof. Het is een illusie die ze presenteren. Ja? De illusie is, uh, ik heb mooie kleding en ik ruik lekker en dit ben ik. Nou, daar gaat het helemaal niet om, snap je wat Ter, Terwijl het vooral hierover gaat, op ja. social media gaat het over authentiek zijn, en ja. ik ben authentiek en we. en dan, ja. Nee, het wat zegt, is dat nou? Ze dragen allemaal hetzelfde, hebben allemaal dezelfde mening. Ja, en ja. daarmee zijn ze dus een onderworpen ja, aan, 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 aan een illusie, aan een natte droom. Ja. En een natte droom is de mooie kleding en het, de, de, hoe in die horloges? Rolex, ja, Rolex. Uh, ja, weet ik voor wat, ja dat is een is Ferrari's. De ja. Ferrari's, de 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 Ferrari's de de, dat ben ik, ja. no. Het, gra het grappige is dus ook dat er nu de Matrix, dat er dus een groep is die tegen de Matrix aantrapt. Uh, zoals, ik weet niet of je Andrew Tate mee hebt gekregen. Ja, ik weet wie Andrew Tate ja, is. Die trapt dus een beetje tegen de Matrix aan en jullie moeten daarvan wegblijven. En wat er, Weet je wel, ergens zitten ook gelijk van er is een bepaalde uh, ja, vernietiging van masculiniteit. Maar wat hij ze dan wel opdraagt en wat, welke image hij laat zien, is dus wel die dikke auto's. De. Mooie vrouwen, de sterke lichaam, dat soort dingen. Dat is dan zijn ontsnapping uit de matrix. Eigenlijk weer in de matrix ergens anders ingaan. Hij creëert zijn eigen matrix. Ja. Dus ook een groep van volgers die hij ja. wordt de matrix. Ja. Ja. Terwijl zijn boodschap werkelijk de werkelijke rode draad van zijn boodschap is: durf op te staan tegen het gezag. Durf te herstructureren voor datgene. Neem wat voor jou goed is. Ik heb me wat interviews zo her en der. Zo, uh, uh, ik, kan daar okay. moei, ik kan daar moeilijk nog naar kijken. Ja. Uh, ik, ben een, uh, ik heb maar, een, andere in, ben een ander niveau van inwijding, zeg maar. Uh, uh, ik ben niet een blank blad. Ik ben niet een, een jonge masculiniteit meer. Maar dat, dit gedrag wat hij toont, is letterlijk een gedrag van een jong masculine. Ja. Dat mag en dat hoort zo te zijn. Een jong masculine overschreeuwt zichzelf. Nou, luister nou eens naar de stem en de schreeuw. De hardheid van de stem, de, de, de standvastigheid. Van, en, dus hij benadrukt ontzettend zichzelf. Ja. Nou, hoe komt het nou dat de jong masculine dat doet? Omdat de vrouwen hem daartoe dringen. Het feminine dwingt de jong masculine, die vol met testosteron zit, om zichzelf. Te benadrukken in het licht, want anders heeft hij nooit toegang tot seks. Heeft hij nooit toegang tot voortplanting. Dus hij wordt gedwongen door het feminine dat te doen. En dat hoort bij het jong masculine. Naarmate de tijd vordert en hij een hogere, een andere, iets andere, daar gaan we straks over, iets andere dimensie van zijn ontwikkelt. gaat zijn stem naar beneden, omdat er meer gedragen wijzen in zit. Dan is hij alleen al het feit dat hij dat is, is hij zo'n grote inspiratie dat het vrouwelijke naar hem toe komt. En dan hoeft hij zich niet meer te presenteren als zijnde het Goddelijke. Ja. En ik heb iets Goddelijks wat tussen mijn benen hangt, bij wijze van spreken. Ja? Uh, dus de, maar daar da moet gewoon dat testosteronniveau iets lager worden. En dat heeft alles met leven te maken. Dus ik vind datgene wat zijn boodschap is correct. Ja de wijze waarop hij presenteert hoort bij het jong masculine En um, ik vind hij dat hij eigenlijk goed op weg om door dat proces. Door door de, ja, waar hij, veel exact. mensen dus dat niet eens durven om exact, te exact. staan. Exact, nou, ja. exact. Dan gaan we dat ook proces hebben. De eerste fase was dus openstaan. Ja. Nou, hij staat enorm open, want hij staat open voor kritiek. Hij hoort je aan. Hij laat het ook zijn. Hij heeft geen oordeel, maar hij verdedigt wel zichzelf. Ja, dus hij durft zichzelf in het licht te zetten. En zo horen jonge kerels te zijn. Ja, Hij verdedigt zijn eigen waarheid. Zijn eigen waarheid. Ja. Dat mag. Ja. Maar hij, is niet, hij zingt zijn eigen wijs. Maar hij is niet eigenwijs. Hij is niet rigide in zijn denken. Echt rigide in zijn denken. Snap je, dus heel verstart in zijn denken. Uh, daardoor kan hij groeien, omdat hij nog steeds open staat voor beïnvloeding. Dus de eerste fase is openstaan voor beïnvloeding. Nou, als we het over identiteit hebben, dan is dat zo. Twee is, uh, uh, en daar, zit hij, daar is hij ook al in, en ook zelfs in de derde fase. De tweede fase is het zien van patronen. Het doorgronden van datgene wat je aangeboden wordt. Dus uh, het doorgronden van een boodschap, de verborgen boodschap. Uh, als er een drankje is dat zegt. Dat je, ergens, dat je vleugels krijgt, dan is dat een boodschap waar een verborgen boodschap achter zit. Wat zou daar de verborgen boodschap achter kunnen zijn? Is het waar dat je de vleugels van krijgt? Nee. Waarom niet? Ja. Het ontneemt juist je vleugels. Het ja, krijgt minder energie door. Ja. Het is een uh, high fructose corn syrup drank met wat taurine erin en, uh, en een enorme bonk suiker. En dan hebben ze nu ook een suikerloze variant. Dan hebben ze er rotzooi zo in gestopt, want het, de, het moet dezelfde smaken. Het, dat is dus nog verschrikkelijker. Ja. Ik durf hier te zeggen: alles. Dus ik heb het niet over uh, het, dat drankje, maar over alle energizers. Inclusief frisdranken. Inclusief. Um, enorme hoeveelheid fruit die je kan eten. Als je overdreven veel fruit eet, van, van bepaalde soorten. Waar veel fructose in zit. Uh, dus uh, alles wat high fructose corn syrup gemaakt is. En dat zit ook in gebak. Dat zit in koek. He, die krijgt een enorme baggerzooi binnen. Die high fructose. Die fructose. Uh, uh, omzeilt in cellen uh, uh, een paar enzymen. waardoor het direct opgeslagen wordt als vet. Als een vetdruppeltje. En het legt, uh, uh, en die vetdruppeltjes in een cel, als dat, die liggen tegen elkaar en die worden gedrukt tegen elkaar, uh, die kunnen gaan, uh, hoe noem je dat, uh, oxideren. En als ze geoxideerd zijn, dan krijgt het een heel rare structuur. En dat, die, dat oxidatieproces dat tast letterlijk uh, het membraan aan, waardoor letterlijk er geen informatie, dat membraan gaat stuk. Dat is minder in voltage, minder in zijn licht, ja is letterlijk minder bezield dat membraan, voor elke cel. Daar kan bijna niks meer in en uit. Geen moeilijk water, moeilijk su suiker, moeilijk uh, uh, zure zouten. Weet ik wat? Er is geen uitwisseling van informatie meer. En hij wordt letterlijk harder dat membraan. Dus hij sluit zich letterlijk af. Het is alsof hij een baard gaat dragen, de dingen of zit een zonnebril op, een hoodie op, donder op. Nou, dat noemen we dan diabetes worden. Hmm. Dat noemen we dan insulineresistentie. Dat begint met glucose uh, uh, niet meer glucose goed kunnen voelen. Nou die high fructose glucose is, wat dat er gaat veiliger, iets veiliger, want dat kunnen we beter verteren. Daar zijn we op gemaakt. Niet op die hoeveelde fructose. Het is ernstig giftig. En voor wat is het het meest giftig? Dat high fructose. Alle neuronen. Waar bestaat je hoofd uit? Zenuwweefsel. En dat zijn neuronen. En die communiceren door middel van elektriciteit, dus lichtflitsen. High fructose corn syrup vernietigt hier hersenstructuren. Met name. Uh, uh, ik weet niet exact meer welke structuur het meest gevoelig daarvoor is, omdat die een bepaalde piramidestructuur heeft. Bepaalde structuren waardoor die wat extra gevoelig is, ook vanwege de receptoren die erop zitten. Uh, met name structuren die er voorkwabben, dus jouw denken, jouw cognitie, jouw, het kunnen uitstellen, het kunnen een beslissing kunnen nemen. Uh, daar lopen draadjes naar het limbische gebied, hier in het midden. En als die draadjes vernietigd worden, dan word ik letterlijk reptiele brein. Oftewel, ik kan. Niet meer goed inschatten wat voor mij gunstig is. Dus ik ga heel, een heel kort lontje krijgen. Ik word heel agressief. Ik word heel snel woedend. Dus ik word gewoon een soort slang. Die bijt of lucht. Punt. Dus dat gedrag. Er is niks ja, meer tussen. Je geeft heel beestelijk heel ja. alles wat er om je heen gebeurt. Ja, in plaats ja. van dat je erover nadenkt. Van, hey, Juist. En dat kritisch denken wordt helemaal, weg. Wordt helemaal Ja, je ja. verliest letterlijk je individualiteit. Ja. Ja. Als het ware. En dat, dat doet high is Een heel traag proces. Hè. En wat zie je dus nu in deze maatschappij? Jeugd, die op 25 jaar leeftijd het al in de burn-out, in de depressie en enzovoort. En diabetes al? Diabetes zijn enzovoort. En, wat doen ze dan nou meer? De kudde induiken. Dus ik moet een bepaalde baard, een bepaald type baard, ik moet een bepaald type auto, ik moet een bepaald. Uh, in type kleding. Type kleding ja. uh, mijn haar moet zoals die... met zo'n streepje hier in dit haar. Weet ik van wat. Of met, die kuiven hier. zo. Of <laughs> een petje. Weet ik wat. Snap je? Of er is ook een tijd geweest... dat heeft er een of andere maloot geroepen van... Oh, laten we nou eens een broek maken... waarbij die uh, tot de helft van je kont hangt... met de kelp en klei bovenuit. Ja. En iedereen loopt het weer achterna. Dat oh, ja. noem ik nou gelovers. Ja, gelovers ja. die niet... Zichzelf durven tonen als zijn... Nou, uiteraard, als je jeugdig bent, kan ik me dat nog voorstellen. Een beetje in die puberteit zit. Daar hoort dat er ook bij. Maar de puberteit is ook bedoeld om te zeggen... Nou ben ik Andrew Tate. Mijn leven is van mij en niet van jouw Pama, En het is ook niet van jouw uh, uh, tribe. Ja. Mijn leven is van mij. Overheid, of, ja, uh, of, of overheid, jou. of uh, weet ik voor wat... Uh, dat je voor jezelf gaat opstaan, ja, dat je kritisch gaat leren de, nadenken. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En dan, als kerel, ontwikkel je dan jong masculin gedrag, want die testosteron te stijgen. En dan mag je gedrag zoals Tate dat heeft vertonen. En kijk goed, voor zover ik hem ken, brengt hij ook altijd iets terug. Het is niet alleen maar een nemer, hij brengt ook terug. Hij brengt wijsheid terug, hij brengt zijn ervaring terug. En hij schenkt ook zijn directe tribe omgeving, Schenkt die, maakt die deelgenoot van zijn rijkdom, van zijn en, enzovoort. Het is niet zo dat hij daar maar staat en zit op de troon en enzovoort. Dat is niet, tenminste zo ervaar ik nee, hem. Zeker. Dus uh, uh, dat is al een hogere vorm van inwijding. Ik geloof dat hij uh, 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 het aan zijn longen had. Dat er werd gezegd dat hij longkanker had, maar in ieder geval dat hij een, 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 een kiste heeft in zijn longen. Wat zegt dat? Kijk eens naar zijn opvoeding, kijk eens naar hoe hij, wat hij gedaan heeft. Daar moet verdriet in die man zitten. Dat is ook de reden waarom hij zo hard schreeuwt. Ja, ja dat moet. Hij wil zich letterlijk dat, dat verdriet, uh, ja. En het zit in zijn longen. Nou, overschreeuwen en hier een kiest te ontwikkelen. Zou dat niet gerelateerd kunnen zijn? Zou dat niet een waarschuwing kunnen zijn? Zou dat niet een verborgen boodschap kunnen zijn? Snap je? Ja. En dat um, uh, zit in, in alle lichamen. Dus fase 1 is openstaan, voor we in. Fase 2 is zien van die verborgen patronen. Wat wil iemand nou dat ik doe? Nou, als we dan over een drankje dat vleugels doet, dan wordt dat getoond in allerlei reclames, waar snelheid in zit, wow, wow, vleugels, wow, wow, weet ik veel wat. Ja, ze ja. doen echt heel slim. Heel slim. Ook, slim, ook heel slim. met de extreme sport, dus, extreme. dus overal waar je extreme ja, ja, zet, ja, ja. waar je veel energie nodig hebt, veel... Ja. Ja. Masculiniteit nodig, nodig heb je. Ja. Dan, dan is Red Bull ja. daar. Dan is Red Bull daar. Ja. En dan? En dat zijn de vleugels. Maar het high corn fructose syrup. Doe je dit over langere perioden? Met alle rotsen die je nog tot je neemt. Dan gaat hier de boel stuk. En wat ga je dan letterlijk. Krijg je eerder vleugels. Maar dan die richting op. Ja. Dat is, heel, heel, dat is heel. Natuurlijk uh, wil ik daarmee niet uh, zeggen dat je never nooit zo'n drankje mag drinken enzovoort. Nee, het gaat om de intensiteit en de lengte. En hoe compenseer je dat? Als je de hele dag op je kont zit, is er geen compensatie daarvoor. De meeste en, mensen die dat drinken, zijn wel vaak gamers en zo. Ja. En die zitten wel uh, te gamen, te drinken. Ja, Ik, ik uh, weet nog gewoon van mijn jeugd dat ik uh, een vriend had die echt. Nou, ik denk ik twaalf van die dingen... Ja. ...per dag en, ja. en die had op geen moment... Uh, ...moest ik daar voor hardkloppen of zo... ...naar ja. de dokter. Kan, niet anders. kan ja. niet anders. De boel wordt gewoon vernietigd. Ik, uh, pff, ik, ik ben er maar... Uh, uh, weer ...dingen aan het verzamelen... ...want ik wil hier een hele goede aan, ...werkelijk het mechanisme erachter. En dan als je dat doet... ...als je dat begrijpt... ...dat mystieke erachter... ...als je dat begrijpt... ...dan word je heel voorzichtig... Met het eten van groenten, fruit, alle dranken, alle koek en snoep. Wil niet zeggen, ik zeg niet dat je dat niet mag. Nee, je mag dat. Besef dat het iets doet. En dan moet je dat gaan compenseren met ander gedrag. Dan is de schade niet, niet groot. Ja? Ja. En als je werkelijk in je inwijdingsproces bent, beetje je zelfs daar los van. Van die drang. Ja. Ja, en dat is dan, dan ben je letterlijk het gelukkige. Dus de, derde, de tweede stap was het zien van die verbanden. Uh, uh, en dat verband is dan zien van de boodschap achter, wat wil het nou eigenlijk tegen nou me zeggen? En als er dan, we hebben het de vorige keer ook gehad over vaccinatie. Nou, ben ik per se niet tegen vaccinatie, want in sommige gevallen kan het tijd schenken voor iemand, dat je beter kan nadenken. Maar het is niet de oplossing der oplossingen. Ja? Dus als je. Zegt van hoe kan het nou zo zijn dat er plotseling ergens een of ander virus opduikt. en dat is de bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van de hele wereld. en dit is de oplossing. en we moeten mondkapjes op en zo zo zo. dan is dat iets wat oppervlakkig aangeboden wordt. alsof de pastoor op de kansel staat. en vertelt wie God is. en dat je hem moet volgen. want als je hem, in hem gelooft, krijg je het eeuwige leven. ja. Datzelfde doet dus in dit geval een regering. Dat weer een marionet is van andere krachten. Die Tate de Matrix noemt. Ja. En die, die marionetten die brengen dan een boodschap. En die marionetten op regeringsniveau, ...en partijleidersniveau en zo, die weten niet eens dat ze marionetten zijn. Die geloven werkelijk dat het zo is. Ja. Dus je kan ze nog niet eens wat verwijten, bij wijze van spreken. Hoewel natuurlijk, ik denk ook dat er mensen zijn die dat wel weten. En het dus nog bewust doen ook. Ja. Jouw bewuste. Uh, dwingen om, om iets te volgen. Ja? Dus als je dat dan ziet, ga dan eens, trek je dan zelf eens terug uit datgene wat je aangeboden wordt. Welk belang zit erachter? Waarom doen ze dit? Waarom duwen ze dit door mijn strot heen? Waarom willen ze dit per se? Als ze het niet per se willen, dan bieden ze een andere oplossing. Dan zeggen ze: Dit is gaande, maar dit en dit en dit zijn de oplossingen. En dat is niet één oplossing. Dat zijn meerdere oplossingen. snap je? En de oplossing der oplossing is zorgen dat iemand, punt 1, in betere gezondheid leert leven. En eigenlijk de oplossing der oplossing is leer de bevolking, het individu, in gezond zijn te leven. Dan is hij zelf handhavend, zelfredzaam, zelfhelend. Dan hoeft er nee, maar nooit een spuit in of een pilletje in. Maar dat wordt niet verteld. Wordt zelfs niet eens op school verteld. Als je dat nou eens door hebt, dat is nou fase 2, ga daar eens over nadenken. Laat je niet zomaar, volg niet als een schaap dat. Volg niet een herder die je naar de slagbank leidt. Ja? Nou, high-fructose corn syrup maakt dat je heel snel, omdat je het niet weet, dus eigenlijk los bent van je eigen. Zelf, je zit letterlijk in je kop vast met hele primaire reacties. Dat volgt, want dit, ja. dat gelooft letterlijk die waarheid. Dat is wat gaande is. Okay. Ja, heel veel mensen herkennen dat ook. Als ik daarop in mag, ga ik op dat. Ja. Uh, ik zag laatst een filmpje waarin ze dus onderzoek hebben gedaan wat volgens mij één of twee weken junkfood eten al met je brein doet. Ja. En dan zie je dus dat er echt snelwegen aangelegd worden in je hersenen om dat te willen. Dus ja. je ja. denken, het, ja. zeg maar. Veel mensen willen dan geen junkfood eten of zo, ja. of geen slecht eten eten, of geen snoep eten, maar dan hebben het wel volgeladen in hun. Uh, kasten En hun uh, koelkast en zo. Ja. Nou ja, als je dan constant dat ziet, dan moet je dus daar weer, moet je op wilskracht weer zeggen van nee, ja. niet nu. Ja, nou, dat kun je een paar keer doen. Ja. En op een gegeven moment zit je met die zakken met hem ja. op de bank. Ja, dat klopt. En dus, uh, wat ik wil, meer wil zeggen, is dus dat dit echt, uh, dat veel mensen snel in dat reptiele brein komen, ja. waardoor ze dus constant tegen zichzelf aan het vechten zijn. Van ja. ze, yes. ze weten ja. eigenlijk beter, ja. maar hun reptiele brein heeft het overgenomen. Ja. Ja. Uh, maar ik denk dat heel veel, ik heb best wel een gesprek hierover. En heel veel mensen herkennen dit ook. Ja. Dus je weet dat je niet vijf, zes, zeven uur op social media moet zitten, nee. maar toch doe je het, ja. omdat het dopamine schenkt. Ja. Het schenkt makkelijk, je hoeft ja. eigenlijk bijna niks meer te doen. Nee. Je wilt niet uh, veel eten of uh, 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 niet, geen junkfood eten. Maar je hebt het zo lang gedaan dat het veel wilskracht, veel omgevingsverandering nodig heeft om dat te weerstaan. Zo. Ja. Dus, en dat, dat, zijn, dat zijn dus die fructose die dus eigenlijk je ja. brein heeft overgenomen. Ja. Waardoor je dus makkelijker naar nou ja, uh, ja, mensen kunnen laten geloven. Ja, high fructose corn syrup maakt dat je een gelover wordt van de waarheid die een ander aan je opdrinkt. Ja. Dat is letterlijk zo, dat is letterlijk zo. Daar ga ik dan nou een keer een goeie, echt goede video over maken. Ja. Die, uh, met tekeningjes en beeld enzovoort. Dat, ja, graag. Dat is echt interessant. Dat, dat, uh, dan schik je echt laatst. Dus. Ja. Ja, ja. Daar kan ik nu niet dieper in gaan. Bovendien zit ik, nou, zit ik met mijn hoofd ergens anders. Dus uh, zijn, nee, nee, nee. Die, zijn die paden een ja. beetje vaag. Ja. Maar het, uh, wat het uh, uh, doet, high fructose syrup, is gewoon... De totale energieproductie, ik geloof zelfs dat de energieproductie, er is een energiecentraal. Nee, laat ik zo zeggen, energie kan op meerdere manieren gemaakt worden. Zowel in het celvocht, dat noemen we dan cytoplasma, als wel in een bepaald organelletje wat dan uh, mitochondrium heet. En het mitochondrium kent een aantal, een aantal eiwitten, die heten dan elektronen transportsysteem. Die worden letterlijk licht verplaatst. En er wordt magnetische lading opgewekt. Uh, daarbij ontstaat licht ATP, zeg maar die uh, Energizer. Dus de Energizer molecuul. ATP gaat om ATP. Nee, ATP is een bijproduct. Het gaat om creatie van water en creatie van licht. En als ik licht en water in een, in, in een cel maak en ik belicht dat water, wat ontstaat er dan? De regenboog. Dus het gaat om creatie van de regenboog. Dus zou de inwijdingsweg naar het mystiek. Niet kunnen zijn, de creatie van je eigen regenboog, van je eigen licht. Hmm. En dat een beetje God, een beter Almacht. Nou, daar, daar gaan we zo verder over praten. En de eerste twee stappen zijn dus letterlijk: ik moet open. Dus ik moet al iets hebben van standvastigheid. Ik moet, niet al, moet al een beetje niet te bang zijn dat ik me openstel. Dus openstellen. Fase twee is doorgronden zien van wat willen ze me nou eigenlijk door de strot duwen? Ja. Welk belang dien ik dan? Waar loop ik in een illusie achterna? eigenlijk alleen maar natte dromen aangeboden. Ja. En bij dat punt zijn we nu, hoe heet het, dus we staan redelijk open, in het ja. zien van, uh, ja, ergens ook niet, maar uh, we zijn eigenlijk open voor, de, voor het verkeerde boodschap nu. Ja, dat, en dat komt door de high fructue. met andere Sixth. woorden, er is een heel, een heel grote gemeenschap van schapen aan het ontstaan, ja, vooral jeugdige, ja, uh, die ook ernstig moe zijn en heel kwetsbaar worden voor ziekte. Die zullen, als ze niet in staat zijn om het om te draaien, vernietigen ze zich letterlijk zelf. En dat noemen we dan auto-immuunziekte. En de auto-immuunziekte auto is kanker. Kanker is letterlijk, ik ruim mezelf op. Die ziel die zegt, het is klaar. Ja? Leukemie is daar de allersterkste vorm van, van zelfopruiming. Uh, hoe gek dat en vervelend het ook klinkt, maar het is zo. Ja. Het is zo. Um, fase drie, ja. Fase, fase drie is leer zwijgen. Heb niet meteen een woordje klaar. Op de social media moet ik altijd wel iets vinden van wat anders. Toch? Nou, houd nou eens je kop. Zwijg nou eens een ja. keer. Laat dat ego wat hier dat cognitie niet zien, die verstand. Zet dat nou eens uit. Ja, dan hoor je een goeroe vertellen over, ja, je moet je ego loslaten. Nou, hoe doe je dat dan? Vraag ik. Kan je, je ego wel loslaten? Want als je je ik ben loslaat, ben je niets, besta je niet. Dus je moet het niet loslaten. Je moet het transformeren in iets anders. Het ego wat wij als ego, als ik ben ervaren, is ons denken, ons cognitie, onze besliskracht. Iets doen om uit te stellen. Maar als ik dit nu doe, dan werkt dat zich tegen me. Maar als ik dit nou een beetje een leugentje om best wil vertellen, maar een beetje verschuil, dan doe ik alsof, maar via een andere weg komt het toch weer naar me toe. Maar als ik nu dit doe, dan werkt het tegen me. Dus er zit een stemmetje op je schouder. Dat innerlijke vervelende stemmetje, wat jou dwingt iets te doen wat je ziel, je intuïtie, je hart, eigenlijk zegt, doe dat niet. Dat noemen wij ego. Hm. Ja, dan kan je zeggen, dat moet je loslaten. Nee, je moet het transformeren. Je moet weten dat het er is. Ook dat is het herkennen, stap 2, het herkennen van je eigen patroon. Je moet dus zien dat dat zo is. Dat dat innerlijke stem je chronisch iets laat geloven. En maar je ziel weet. Dat is een almachtigheid, bij wijze van spreken. Uh, dus uh, herkennen we, dus zwijg, zwijg, letterlijk zwijg. Dat doen die boeddhisten en die monniken zwijgen. Dus het is een meditatiefase. Ja. Dus ga, dat hoeft niet zo te zijn dat je chronisch zes uur in een lotushouding met je vingers zo en dan je, je helemaal niks meer denkt. Nee, dat kan zelfs slapend zijn. Ja, dat je diep, er werkelijk diep weg bent. Dat je er niet bent. Vaak krijg je dan van die aha-erlevens en dromen. Vrek, vrek, vrek. In één keer krijg je antwoorden in je schoot geworpen... waarbij je eigenlijk nooit een vraag nog gesteld hebt. Ja. Er is ruimte. Er is ruimte, taal. ja. Dus ik zeg altijd, als je, als je ego zwijgt, dat stemmetje... als je dat stemmetje nou zwijgend kan krijgen... meditatie helpt daar natuurlijk bij. Ja? Uh, maar ook gewoon, hou eens nou drie dagen gewoon je mond. Op social media. Maar ook gewoon tegen je vrouw, tegen je kinderen, in de winkel: hou je mond. Maar doe wel vriendelijk, dus knik. Maar hou je mond. Oh, dat, is, dat is moeilijk, dat is heel moeilijk. Maar dat is ook zwijgen, dus dat, dat hoort er ook een beetje bij. Yeah? Um, of ga gewoon de berg in. Of op vakantie en zwijg. En mediteer als het ware. He, dus dat, uh, 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 dat kan, uh, maar dat kan ook tijdens bewegen. Ja. Als je heel intens beweegt, zwijgt die ook. Ook vaak als je heel moe bent of met een probleem zit, vaak als je intens beweegt, Wow, Ik zie het ineens. Ineens zie ik het. Of het komt s'nachts. Ja. Dat bedoel ik met zwijgen. Dus dat is een letterlijke meditatie. In meditatie kan letterlijk zitten en zwijgen zijn. He, dus in een klooster gaan zitten. Ook oh, dat is goed. Ernstig wel eens goed, hè? ga maar eens een keertje uh, tien dagen een klooster in en zwijg. En ik, zou, ik, ik zou zelfs met de, de nieuwe jeugd dat juist adviseren. Juist om, dat. Omdat het nu. Juist. Uh, juist. Omdat ja, anders ja. ga je toch op social media ja. kijken of ja. heb je constant ja. die, hoe heet het? En dan kun je een keer echt ja. vragen stellen van hé. Hey. Exact. Ga maar, ik zeg, ik zeg ook wel eens, uh, om, mede omdat ik het zelf gedaan heb, ga maar eens uh, gewoon zitten voor een spiegel. En zegt niks, maar kijk jezelf in de ogen aan. Na twee uur, tweeënhalf uur, eigen ervaring. je ziel gaat praten. Tegen jou. Dat is ook zwijgen. Dus het zijn verschillende techniekjes. die eigenlijk allemaal heel simpel zijn. Ja. Um, dus dat is het zwijgen, meditatiefase. Als je ego zwijgt, zeg ik altijd. dan ontstaat er in de stilte. die volgt. Ruimte voor de informatie van het al. Dus ik vergroot mijn openheid. En ik doorgrond nog beter wat me aangeboden wordt. Want ik krijg informatie. Dat noem ik dan aha-erlevenissen. Uh, antwoorden op vragen die je nog nooit gesteld hebt. Oh, verrik, ik zie dat zo. Oh, ja, ik heb het in één keer. Ik zie in één keer zie ik het. Ik heb altijd gedacht dat het anders was. Nee, het is zo. Dat is informatie van het al. Dat noemen we ook wel toeval bestaat niet. Je denkt een aantal dagen al aan iemand of wat dan ook. Wat zou er toch met die zijn? Of weet ik wat. Ja. Tweelingen hebben dat ook. De een zit in Shanghai en de ander in Amsterdam. Die weten van elkaar, die voelen. Ja. Ja, en je hebt het ook handig dat je soms dus aan iemand denkt die je ik denk tien jaar niet hebt gesproken. Ja. En die zie je op de een of andere manier weer ja. paar, per week of een ja. paar dagen ja. later. Ja. 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 So, dat, dat bedoel ik. En, ja. uh, dus als je, daar voor als je daar steeds meer voor open staat, daar hoort dat zeigen dat, dan bij. Dan de volgende fase is, uiteraard, als je dat steeds meer open staat. dan komt er een fase dat je ook je eigen angsten, je eigen verdrieten, je eigen pijnen. aan, aan, moet, leren, aan moet leren kijken. En je eigen angsten aan moet grijnzen. Als je angst je aangrijnst, grijn dan gewoon terug, He, als het ware. Eh. Uh, en daar uh, uh, face your fears dus en ga ja. daar doorheen. Dus in, die, in het zwijgen zie je dus je angsten. Ja. En de volgende fase wordt dan ook echt. Ja, dat op. Nou, jij vertelde me voordat we over die olifant vertelde verhaal maar over die olifant dat is een angst. Ja. De olifant als jong wordt uh, geketend, maar het is gewoon een dun touwtje. Maar hij heeft niet door dat die, hij heeft nog niet bij machten om dat dat touw te doorbreken. Als volwassene wel, maar dan niet. Hij wordt jaren wordt hij aan de touw gehangen, hij groeit op tot volwassenen en hij hoeft bij wijze van spreken alleen maar een touwtje, dat kan helemaal los zijn, een touwtje om zijn poten te hebben, en hij blijft gewoon op zijn plek staan. Ja. Binnen de, het bereik van de lengte van het touw beweegt hij zich. Ja. Nou, hij, hij heeft geen zelfbewustzijn, hij heeft geen voorkwamen, dus hij blijft die angstige. Hij is gewoon getemd. Ja. Hmm. Worden wij ook niet zo getemd, toch? Ja. Met angsten. Van alles en nog wat, dat kan doden en weet ik voor wat. En sta er niet tegenop, want als jij tegen mij opstaat, dus niet, doet, niet je arm beschikbaar stelt, of dat niet doet of dat niet doet enzovoort, dan spijkeren we jou het kruis. Ja. Als je er nu ook over nadenkt, um, is er dus altijd in de media iets waar we bang voor moeten zijn. Dus je hebt... Vroeger had je echte oorlogen. Hè? Tweede ja. wereldoorlog ja. Echte oorlogen. Dus ja. dan moest je wel bang zijn. Ja. Toen had je de koude oorlog. Ja. Oeh, atoombommen. Heel, heel mystiek. Iets mystics. wat niet... Ja, en dan, en dan kwam de war against uh, islam. Against terror. Ja, weet je wel? Dat had je heel lang uh, die angst van... Er kan zomaar een bom ja. bij ontploffen. Ja. Kijk uit. Kijk uit. Ja, ja. ja en dan, dan gingen die fase voorbij. En dan... Ja, vaccinaties. Ja. Uh, komt nu van... hé, hey, er komt een... Uh, een virus die je kan doodmaken, uh, ja. Kijk uit. Je moet ja. vaccinatie nemen. Ja. Ja. ook weer iets we even, Er is iets mystieks van. Ja. We begrijpen het niet, want we weten niet wat een virus is. Precies. Je <sugst> ziet nergens op straat iemand nee. doodvallen. Nee. Je, nee. je ziet wel allemaal die ja. mondcapjes. Dus ja. ja. Je weet ja. dat je ja. een pandemie ja. uh, ziet. Ja. Ja. Dus het is echt bijzonder dat er altijd wel een grote angst is die wij collectief ja. uh, waar we bang voor moeten zijn. Ja. En vroeger was het dan echt. Uh, ja, echte en weet ik veel ja. wat allemaal. Uh, en je hebt dus altijd zo'n angst nodig om mensen te controleren. Ja, nou, denk dus aan je. Dat is, dat is nou de metafoor van die van die is volledig getemd. Ja. Ge hoe noem je dat? Geconditioneerd. Ja. Nou, we worden geconditioneerd. Maar ook de reclame van uh, bepaald type koffie. Uh, je hebt van die heerlijke koffietjes in zo'n apparaatje. Er wordt gewoon een community van gelovers gecreëerd. Ja. Maar het geldt ook voor de drankjes in de ja. uh, uh, Als je gaat barbecue horen, die sausen erbij. Dat ja. is allemaal hetzelfde. Het ja, is ook bizar. Ik uh, ga deze voorbeeld vaak, want ik ben echt vooral bezig met die community. En zo, en dat is echt fascinerend hoe ja. het allemaal werkt. Ja. Dus dan heb je Ajax, heb je aan de ene kant Feyenoord, Als ze niet tegen elkaar spelen, slaan ze elkaar letterlijk soms dood. Ja. Uh, maar diezelfde twee mensen, dezelfde twee tribes, diezelfde haters, zodra Nederland tegen Duitsland speelt, ja. zijn, zijn, vrienden, yes. na, zijn ze beste vrienden tegen It's de, 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 de Duitsers. Yeah, exactly. Die moeten we afmaken. Yeah. Yeah. Ja, het is echt fascinerend als je yeah. daarnaar kijkt. Yeah. Yeah. Of heel makkelijk Apple of Samsung, weet je wel. Yeah. Dat Twee merken dit hebben gecreëerd. Yeah. Dat Google. Jij, precies, dat jij dus als je... Als je Samsung hebt, ben je een arme, zijde, de norm of whatever. <laughs> en bij Apple ben je juist dom omdat ja, je precies, dus ja, veel ja, te ja, ja, dus ja, Het is best ja, fascinerend ja. dat je niet zo zegt. Weet je hoe dat uh, ooit eens een keer ontstaan is? Er is een uh, neef van Freud geweest. Freud had dit beschreven. En die had eigenlijk beschreven dat in elk wezen de duivel zit, en dat als je maar op de juiste manier aanspreekt. Dat het duivels in hem loskomt. En dus ook strijd. Hmm. En de, toen dacht iemand. Die in de marketing zat. En die had een opdracht van een sigarettenverbeelding. Uh, sigaret, dat was toen de tijd die sigaretten uh, kwamen. Een beetje op, ja. Zeg maar rondom uh, 1910, 1920. In die tijd ergens. En er was dus een neef van Freud. En die zei van hé hey, verrek. Als er dus iemand op een kansel gestaan, staan. Zoals Hitler dat deed. Wat een nietsheid was. Het stelde niks voor die man. Maar zodra hij op die kansel ging staan. Wow, dat was een inspiratie voor een heel volk, want hij sprak de juiste woorden. Hmm. Dus dat hele volk, dat, ver, dat verzamelde zich rondom zijn ideeën, rondom zijn religie. En daar heeft hij natuurlijk ook een, een gemeenschappelijke vijand voor nodig. Nou, daar koos hij natuurlijk mede de Joden voor uit, en zeg maar, uh, hij wilde een duizendjarig rijk zoals de Romeinen dat hadden, voor ogen hadden. Ja? Dus er waren meerdere vijanden, maar hij moest een bepaalde haat, angst creëren. Nou, daar gebruikte hij dan Joodse volk voor. Maar dat allemaal te Dus dat, uh, dat is het later. Maar uh, Freud hij zei van je kan mensen dus zo achter een, laten geloven dat ze je achterna rennen. Achter een herder aanrennen. Maar, ja. Dus achter een secteleider aanrennen. Toen dacht ze neef. Maar als ik dat naar nou omdraai, kan ik dus ook een secte vormen met iets wat goed is. Of gewoon een product. Nou, daar is de hele reclame uitgegroeid. Die zei, en hij had de opdracht, hoe krijg jij vrouwen aan het roken? Want de vrouw, was er niet zei, is nog steeds hè, uh, niet een evenwaardig om, omgedraaid evenwaardig gelijk. In vele culturen. Zelfs bij ons nog niet helemaal, want ze worden nog steeds ondergewaardeerd in beloningen enzovoort. Ja. Uh, maar toen de tijd helemaal. Het enige recht wat ze had was daar recht. Meer niet. dienend zijn. En de man die had de hoed op en die had dikke sigaren en die mocht alles. Ja? En buiten de deur piezen, mocht allemaal. Maar uh, die, die had de opdracht: ik moet schaalvergroting. Meer, 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 meer. Nou, wat deed hij? Hij nam een filmster. Het was net die film een beetje zo, zo draaien, die zwarte enzovoort. En de vrouw, hij dacht: ik neem een vrouw. Een bloedstollend mooie vrouw. Gelijk uh, Marilyn Monroe bij wijze van spreken. En die laat ik een sigaret roken. Maar zeer uitdagend. Waarbij dus de vrouw eigenlijk zegt. Die keer een beetje zo omhoog. Wat wil je nou, kerel? Hmm. Ik sta tegen jou op. Jij zal niks te vertellen over mij. Kind uit duidelijk. Wat wil je nou eigenlijk? Man, wat wil je nou eigenlijk? Kerel. Dat was het enige wat idee. Elke vrouw ging er ook. Waarom? Ze zagen een mogelijkheid om hun, de dienstmeid die ze waren te ontgroeien. Daar is het hele feminisme uitgekomen. Dat is de wortel. Grappig. <laughs> ja, goed verhaal. Ja. Nou, wat zie je nu? We doen niks anders. Het is nee. allemaal hetzelfde. Uh, en dat... ja, nee, toen je het zo vertelde, ik, ik heb dus uh, hiervoor, uh, voordat ik mijn eigen bedrijf had, toen ik bij Mediaburgen werkte, we waren echt letterlijk, het, het wordt nu influencer marketing genoemd, ja. waar was ik letterlijk bezig om te kijken van, uh, oké, okay, wat leeft er nu? Oké, wie moeten wij voor, de, voor, dit, voor deze merk hebben? Ik ga geen merk noemen, nee, want nee. ik zit nog ergens aan een contract. Maar hoe, hoe kunnen we voor deze merk ja. mensen dit te laten ja. drinken, eten, ja. doen? En ja. dat werkt gewoon altijd. Altijd. Is het is ja. een nieuw productlancering. Ja. We zetten gewoon een paar jongens, de populairste jongens van de klas, op dat moment. Zetten we, uh, laten we dat gebruiken. In een bepaalde setting. Precies. En al die, iedereen, volgt. Ieder iedereen volgt. Iedereen. Ja, uh, dit is dit. Het, ja. Dat heeft ja. Die, die neef, ik weet ben zijn naam kwijt, maar die neef het was een neef van oh, Freud. Ja. En Freud had het eigenlijk al gezien, maar ja. dan in het negatieve van: er zit een duivel in de mens. En die kan die duivel aanspreken. Als je die duivel aanspreekt, dan wordt het letterlijk een duivel. Hmm. En het is ook, en dan ga ik even naar het goddelijke toe, duivel, God en de duivel zijn hetzelfde. Dus uh, liefde en haat zijn het omgedraaid evenwaardig gelijken. En ik moet kunnen haten en ik moet kunnen doden om mezelf. In liefde te kunnen handhaven. Dus ik, de wortel van het zijn is letterlijk het duivelse. Letterlijk het zwarte, letterlijk het niets, het, het, uh, het vernietigende. Toen ik dat ontdekte, dacht ik: verrek, maar dat klopt ook. Want het heelal kan eigenlijk niets leven. Er kan geen elektromagnetische lading zijn, er kan geen leven zijn, niks leeft, er kan niet eens licht zijn. Er is geen zuurstof, er is niks, het is koud, het is, het is de duivel zelf. Het hele multiversum is de duivel zelf. En omdat dat er is, is er, wordt er ruimte gecreëerd voor het licht, de liefde en het goddelijke. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, wil jij letterlijk jezelf in gezond zijn verheffen, dan zal je dingen moeten afwijzen die je duivel zou zijn, ook inside je moet de duivel inside in orde hebben. Ook dat is wat Tate zegt. Grom als je moet grommen. Bijt als je moet bijten. Vernietig als je moet niet. Ja? Want dat recht heb je op zelfbeschikking. Dat is opstaan tegen het gezag. Dat is opstaan tegen. Zoals die. Dat is dat. Ja? En, en dat vermogen moet je hebben. En het vrouwelijke is de dienst, maar die doet dat niet. Dat is te moeilijk om uit te leggen. Maar die hebben eerder een eigen dienstbaar te zijn. Te volgen. Die durven niet de vrouwen structureren, maken structuur. De man doorbreekt de structuur. De man gaat herstructureren, de man gaat bouwen. En de vrouw onderhoudt het bouwsel. Dat is nou helemaal zo. Ja. Dus, dus als je als vrouw ook eens gaat herstructureren en dat soort dingen gaat doen, het mannelijke ingaat, ja. dan ga je juist eens dus weg van, van het proces. Ja, nee, nee, dat is een goed proces. Want zeg maar, je hebt twee extremen. Het vrouwelijke, zeg maar het dienstbare, om het zo maar even Het kleurloze. Letterlijk, ik durf mezelf niet in het licht te zetten. Ik, ik, ben de, uh, ik ben de energie op de achtergrond. Ik ben het dragend van mijn ogen op de achtergrond. Ja. En ik, hier, hier heb ik het uh, dragend vermogen, Ik ga uh, oh, alles. Ja, ja. ja, ik sta op. Eendurtig. Ja, ja. ja. Wat het hier is, ja, nee, egoïsme. Je wordt pas narcist als er niks vrouwelijks, dus dienstbaar, en, dus, uh, in zit. Dat die, dan komt hij nooit weer terugbrengen. Een echte kerel komt altijd terugbrengen. Hmm. Die vernietigt, die herstructureert, komt die, er komt altijd energie, en liefde en energie, zeg maar eten terugbrengen. Dan ben je een echte kerel. En de vrouw doet hetzelfde. Die structureert, kampvuurgedrag hebben we dat genoemd. Uh, zorgt voor veiligheid, zorgt voor liefde, zorgt voor bescherming, ja. Voor het kampvuur, maar ze zal, als ze ernstig bedreigd wordt, zowel in haar zijn als wel haar offspring, moet ze een kerel kunnen zijn. Ze moet ruksichtloos kunnen moorden. Als ze dat vermogen niet bezit, wordt ze zelf vernietigd. Nou, in psychische zin is dat dus letterlijk, als je dat niet durft te zijn, durf je niet van je af te bijten. Durf je niet te zeggen, wat moet je nou eigenlijk, he? Kerel, wat is op, joh? je nou toch eens uit. Baas, dat doe ik niet voor jou. En, en uh, uh, vrienden of kennissen, als je daar niet tegen durft te zeggen: ga uit mijn leven vandaan, omdat je met te veel energie schuift, uh, zuigt, ja, dan vernietig je jezelf. Dan hou je een ander heel door jezelf te vernietigen. Nee, Freud ontdekte. Je moet het duivelse kunnen zijn om jezelf heel te houden door het andere te vernietigen. En dat is letterlijk wat de hele natuur is. En je mag de, dat recht op zelfbeschikking, dat is een recht. En juist dat, die recht op zelfbeschikking, wordt vernietigd in deze maatschappij. Zowel binnen het mannelijke als binnen het vrouwelijke, als wel, volg nou maar al onze natte dromen. En als je opstaat, word je gestraft. Word je een wappie genoemd of whatever. Je wordt terzijde geschoven. Nou, je had net al wat voorbeeldjes van in een tribe. Als je, dan ben je dat en dan ben je dat en dan hoor je er niet bij. Dus je bent een isolaat. Je bent een melaatse. He, dat is. Dus je moet de duivel kunnen zijn. Dat is zo. Dus, uh, 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 je, dus je moet ook leren opstaan. Dus, en dan, als je dat onder controle hebt, ontstaat er ruimte voor het goddelijke, voor de liefde omdat ik weet dat ik mezelf, als ik met de rug tegen de muur sta, kan beschermen. En dus, omdat ik dat weet, die kracht, die almacht bezit. Ja, dat is letterlijk een gevoel van almacht. Ik kan alles aan. Ik kan vernietigen. Ik heb geen angst om vernietigd te worden. Daardoor geef ik me volledig over aan het vernietigen van een ander. Dat doet er natuurlijk ook. Een beest is niet bang. Die, die valt gewoon aan als hij aangevallen wordt, angstloos. Als je dat bezit, ontstaat er automatisch ruimte voor: ik durf mezelf in het licht te zetten, want ik ben niet bang meer. Ik ben angstloos voor de dood, want de dood bestaat niet. Ben je dan niet het goddelijke? Ben je dan niet een oneindigheid? Ben je dan niet een tijdloze oneindigheid? Omdat je niet meer bang bent voor de dood. Het is juist het besef en het angst voor de dood, het besef dat we eindig zijn als lichamelijkheid. Als je dat gelooft, dat er dus niks is, krijg je dan niet verdomde veel haast in dit leven? Ga je dan niet natte naar rennen En illusies en dikke auto's, want je bent niet vervuld met het Goddelijke. En het Goddelijke is letterlijk jezelf: met jezelf vervuld zijn, met je eigen ziel. Als je dat bent, dan ben je los. Van dikke auto's ben je los van dikke bankrekeningen. Ben je los van insnoeringen. Ben je los van beknellingen. Ben je los van illusies. Ben je los van natte te dromen. Ja. Dat bedoel ik met goddelijkheid te vinden. Kun ja. je de eerste berg overslaan? Veel, ja. veel mensen klimmen die berg, komen daarop. Oh ja, die ja. auto is er toch ja. niet. Nee, exact. En dan gaan ze ja. weer terug. Ja. Ja. En moeten ze de volgende ja. berg ja. klimmen. Ja. ja, dat is. En dat, uh, die, zijn, die zitten dus in een zeer lage inwijding. Hè. Die inwijding was dus openstaan. Zien van patronen, wat willen ze nou door mijn storten De volgende fase was zwijgen. De vierde fase is face, -to -face dus je eigen patronen, regel dat. Dus als jij, uh, ik zal je een anekdote vertellen. Ik had laatst een, een jonge vrouw van de jaren 45. Als je dat verhaal hoort wat met haar gebeurd is, nog los van het feit dat ze verkracht is, niet door haar vader, maar door, door anderen. Maar haar vader was gewoon een tiran. Die is letterlijk een keertje met een. Uh, uh, de pyjama om de nek gebonden. En die kerel die draaide als jong kind gewoon rond. en uh, die smeet er toen tegen de muur aan. Zo'n ja, soort dingen ja, gebeurden. Ja, is... uh, die kwam bij mij en zei: Ik heb overal last van. Dus, uh, Oké, okay, nou vertel je, waar heb je last van? Nou, natuurlijk migraineaanvallen aanvallen. migraineaanval het spirituele betekent. er zit natuurlijk een. een, een uh, huishouding achter. Dus, en dat hangt weer aan de nieren, en nieren zijn verdriet. Dus als de nieren niet goed of de longen uh, niet voldoende zuurstof transporteren, of het hemoglobine niet voldoende transporteert. dan ontstaat er natuurlijk ook. dat is dan uh, het fysieke, het fysiologische achtergrond van migraine. Ja? Maar haar hemoglobinegehalte was altijd laag. Altijd ernstig laag. Dus het zuurstoftransport door het hele systeem was niet in orde. Dan leef je toch in verstikking. Eigenlijk het is er te weinig zuurstof. Hmm. Ben in verstikking. Dat heet ook wel hypoxie. Dan word ik ernstig afhankelijk van suikerverbranding. Want als er te weinig zuurstof in het lijf is, kan ik vetten niet goed verbranden. Niet of nauwelijks vetten verbranden. Dus dat is, ook dat maakt deze wereld gevoelig voor suikersinname. Inclusief high fructose. Want dat geeft tijdelijk een genotservaring. Van, door middel van dopamine. In het limbische systeem overigens. Uh, uh, dus dat, um, uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, die, die jonge vrouw, die had uh, uh, altijd een enorme stijve en nek. Stijve nek. Vind je het gek dat je, dat is letterlijk de expressie nog van. Ja. Grote ogen. Als je kijkt, ze, toen ik het ze kwam binnen en ik zei: uh, daar is wat mee gebeurd. Die zeggen: wat gebeurt er nou? Ja. Ze is eigenlijk nog aan het verstikken. Eigenlijk nog aan het verstikken. Ja. Was nog steeds in die reactie. Nog niet, was nog niet klaar met haar angst. Ja. Want het waren nog niet heel duidelijk. Dus ze koppelde nog niet haar lichamelijk zijn aan haar ziel zijn. Ja. Aan het verdriet van haar ziel. Het pyjama ding was om haar, van haar nek af. Maar mentaal zat daar nog steeds. Nou, denk aan die olifant. Het ja. touwtje erom. Hij is volwassen, maar hij hoeft alleen maar een touwtje erom. Hij is niet eens meer vast. En dan blijft staan. Precies hetzelfde. Ja. Dus... Uh, uh, nekpijn, stijve nek, moeilijk hoofd draaien en uh, uh, enorme spanning hier in die nek. Dat is ook zo. Ja. Um, migraine. Nou, de, de, nog los van die elektrolyten en de nieren. De, de, de nieren die wel of niet die elektrolyten huishouding in orde houden. Dus je houdt vocht vast. Ja, dus je, je zweet en je plast minder. Letterlijk is daar de expressie van. Ik hou, ik hou vast. Ja. Um, uh, dus nek, schouders uh, migraine, en de, de uh, spirituele betekenis van migraine is, is letterlijk walging. Maar altijd zelfwalging. Dus iemand die chronisch migraine aanvallen, heeft, dan is het letterlijk een walgingsreactie en dat is in de hersenen. Uh, 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 dat zit aan een, uh, hoe heet dat? Calciton, Calcitonine-related protein doet dat. En die zorgt ervoor dat mastcellen, dus immuunachtige cellen die in die hersenen zitten, euh, zwellen en histamine vrijladen. Nou, histamine is allergie. Dus migraine is letterlijk. Dus dan gaan die bloedvaten enorm open en daarna enorm dicht. Totaal in zuurstofloosheid, hypoxie. Ben je letterlijk verstikt, migraine. Ja? Dus dat is de spirituele betekenis. spirituele betekent: ik ben in zelfvalging, ik ben in allergie. Van Jezelf. Van jezelf, omdat ik onmachtig ben mezelf te verdedigen. Dat was ze natuurlijk. Hmm. Ze was onmachtig zichzelf. Nou, wat had ze nog meer? Dat is allemaal wat beter geworden overigens, omdat ze uh, spiritueel begeleid is en allerlei dingen uh, gedaan heeft. Dus ze was al in, in, in ze stond al open en ze, was, en ze had al gezwegen. Dus he, ze was al zichzelf aan herkennen, waardoor waren die symptomen minder worden, maar zeg maar in haar jeugd had ze geregeld dat ze gewoon haar armen niet meer kon bewegen, gewoon verlamd was in de armen en ik tijd en de benen hetzelfde. Je stortte ze gewoon pok neer. Je stortte een soort epileptische aanval van pok neer. Dat is vooral letterlijk freeze. Brrr, freeze. Hmm. Letterlijk ik stort in elkaar. Ik ben onmachtig mezelf staande te houden. Dat is letterlijk freeze. Tch, ongelooflijk. Hè? Ja, bizar. Ja. Dus eh, dat wat had ze nog meer? Uh, uh, haar rechteroog, dat is verbonden met het linkerbrein. Link, uh, uh, dit brein is zeg maar het, 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 het mannelijke, het vaderlijke. Ja. ja, ook het toekomstgericht. Als het rechteroog met dat ding. Als het, dit oog was letterlijk dof. Hier zat licht in. Dus in het vrouwelijke, het moedelijke, daar zat nog licht in. Dit oog was gewoon dof, alsof het afwezig was. En het oog was iets dicht. Dus uh, daar ga ik het overdreven doen. Deze stond open en deze stond zo. Ja ja, ja? Heel, Een soort lodder. ze noemde het zelf lodderoog. Letterlijk wilde ze de vader niet meer zien. Ja. Letterlijk ja. sloot ze de ogen ervoor. Zo onmachtig. Uh, en het laatste was, dat heeft, daar, daar kwam ze nu voor bij mij. Daar loopt ze bij Gino onder andere, geloof ik. Of ja. ze kent hem. Uh, uh, correctie voor die heup. Dat hele SI-gevriend, dat hele bekkenkamgebied en, en die heup aan de rechterkant. Enorm pijnlijk. Heel, 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 heel veel pijn. Nou, wat is nou die rechterkant? Vader. Dus die pijn hier in je heup is letterlijk rondom de haar eigen seksualiteit, die dus het vrouwelijk is. Dat ze het niet kan dragen, want dan is ze letterlijk vernietigd. Daardoor heeft ze pijn hier in die rechterkant. Ja. Dat is de spirituele betekenis. Dat, en dat nou, is door die verkrachting. En dat is door verkrachting, maar ook. Die, als die vader. Ze zegt als iemand dit doet. <coughs> Dan schiet ik al. Oh, Waarom? Okay. Die vader ja. deed dat. Als hij binnenkwam, <coughs> liet hij even weten dat hij aanwezig was. Iedereen dook in de hoek. Iedereen, truk zich terug. Truk zich terug. <laughs> <Ja. laughs> Andersom. Ja, maar dan, dat betekent dus dat. Uh, en waar, de rechterkant, he, dat dat iets van de vader dan? Ja, je hele rechterzijde. Dus uh, waar je ook pijn hebt, aan je arm, aan je elleboog, aan je pols of aan je heup. Als het rondom de heupen, is, dus letterlijk heeft het te maken met je zijn, je seksuele, de expressie van je seksualiteit, dus het vrouw mogen zijn in dit geval, vrouw mogen to tonen in dit geval, ja. Uh, die, uh, uh, ja, die is letterlijk ook gevlucht, die is letterlijk gevlucht, die is letterlijk gevlucht. Um, ze zei me nu dat ze die man al heel lang niet gezien had, maar nu was uh, ze. Heeft, en dat is dus face-offers. Ze is naar hem toe gegaan, want hij was inmiddels weer uh, terug naar het uh, land van herkomst. En ze is hem bewust gaan opzoeken om te kijken wat ze zou voelen. En ze zegt: Ik kom voor het eerst, behalve die, <coughs> die dan had ik nog wel angst, maar ik kon hem voor het eerst bij hem in de buurt zijn. Ik kon voor het eerst naar hem kijken. Nog niet recht in zorg, maar kort naar hem kijken. Zonder dat ik bang was. Face your fears. Hmm. Dat is ook een wijding daar. Ja. Uh, ik had een andere vrouw die uh, aan het handje werd meegenomen, de bos in. De vader tot aan de veertiende van alles tot en met penetratie. Uh, ze moest dat ding natuurlijk in de mond nemen en, ze, en alles doorstrikken enzovoort. Die viel letterlijk uit elkaar. Face your fears is maar één weg, de knetterharde weg. Zeg hoe jij je voelde in de spiegel tegen jezelf, hoe jij je voelde toen je vader jou voor het eerst penetreerde. toen hij bij je binnenkwam. Wat was je gevoel? Dat gevoel moet je niet wegdrukken. Dat moet opnieuw beleefd worden. Dat gevoel, dat is onmacht, hè? In één keer. En als je daar voor de rest van je leven gewoon wegloopt en om de hete brein eruit en dat never nooit durft te vertellen, ook aan de eigen man niet. Dat gevoel. En hoe was dat mondgevoel wat je voelde hè? als je er iets in, in moest nemen? Vertel! Maak het openbaar voor jezelf. Dat is de hard way. Dat is echt de hard way. En dat is maar één weg. Als je zo ernstig beschadigd bent, is dat de hard way. Dat is kruisgang. Dat is: ik draag mijn eigen kruis. Ik spijker mezelf aan het kruis. Om uiteindelijk verlichting te vinden. Om vreugde. Ik moet die waarheid naar mezelf vinden. Dat is waar, waarheidvinding. En dat kan alleen maar in deze. Zei ze zei zo: hoe vaak moet ik dat vertellen? Net zolang. Totdat jij niet meer jankt. Net zolang. totdat je niet meer kotst. Want de eerste wat ze deed was: bij mij. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, eh. Uh, Inmiddels gaat het veel malen beter. En, uh, uh, ze heeft enorm veel dingen moeten doen, of moeten doen. Dat heeft ze gedaan, uh, omdat ik gewoon zeg: van, dit en dit, hoe ga jij denken? Wil jij jezelf uh, redden, dan zal je jezelf op, jezelf op je benen moeten zetten. En niet door een ander. Je moet niet afhankelijk zijn van een ander. Hoe oud was ze inmiddels? Zij, Zij het? zat uh, 59 of zo, 58, 59. Nou, ze viel letterlijk ja. uit elkaar en nu, ja. zal ze. Ja? Heb je dus echt vanaf je... Uh, 35 jaar loopt ze hier ja. mee. Met, een, met een geheim. Met het geheim, ja. Met een geheim. En ook met, dat geheim voor zichzelf. Want ze wilden ja. dus daar niet aan ja. denken. Nee. Ja. Dus was niet open Dat erger. maakt het erger. Ja. Maakt, natuurlijk maakt het erger. Ja. Die viel... Als ik, ik pakte die huid van... Ik voel altijd van de huid... van hoe elastisch is Ik had gewoon een stuk vel in mijn handen. Ja. Dan ben je toch in een ontbinding. Ja. Dan zit je toch vlak voor de dood. Nou, er dus zat geen licht meer in. eens Uiteindelijk, heel lang verhaal kort... is... Uh, uh, ja. Die melden me dat het stukken beter ging dat, ze een gesprek met mij had, had gehad dat het nog nooit zo heftig was geweest. Maar dat ze me dankbaar daarvoor was en dat ze inmiddels medicijnvrij was. Vier jaar later. Het heeft vier jaar geduurd. Wow. Ja. Dat is waarheidvinding. Dat is inwijdingsweg. Dat is beginnen met openstaan voor informatie. Ja? Ja. Het zien van patronen. En ook volhouden. Vier en ook vier. En volhouden. Stamina hebben. Ja. Stamina hebben. Ze had een fantastische kerel trouwens. Echt een fantastische kerel. Die nog van toeten op blazen is. Dus zij heeft een daar ter plekke bij mij. gesprek heeft zeven uur geduurd over. Alles moeten vertellen. Nou, dat is een openbaring. Dus die zijn in één keer eenheid geworden. Ja. Vanwege waarheidvinding. Ja. Ze heeft ook aan haar eigen familie. Ze waren met zijn negenen. Denk je dat ze de enige was. Maar iedereen zweeg. En moeder wist ervan. Die keek weg. Dus je wordt verraden door je moeder. Ja. Ja? Dan ben je, dan ben je nog gelukkig als je een olifant met een touwtje bent, bij wijze van spreken. Ja. Als het waar he? de, ja, Dat is ja, dan nog vrijheid. Is waar, ja. Dit is, maar, een uh, van de dingen wat ze moesten doen, dat ze letterlijk waarheid aan de moeder moesten vertellen. Dat is het, he? Dus dat is één. En twee, verzamel de familie. Vertel jouw verhaal. Wat bleek, was niet de enige. Wat gebeurde er met, die, met dat gezin, met die, met, die, met die broers en zussen? Eenheid. Oplichting. Ja. Mijn geheim is niet mijn geheim. Ja. Mijn vader had gezegd: wagen om wat te zeggen. Maar zij durft dus de, uh, haar kruis te dragen, ja. waardoor ze dus eigenlijk de rest van de familie bevrijdt. Ja. ja. En uh, dat is dus zo'n vrouw gaat ze dus letterlijk Almachtig voelen. Gaat zich letterlijk het goddelijke voelen, letterlijk verlicht voelen. Hmm. Dat bedoel ik nou met het letterlijk jezelf vinden in jezelf. Je ziel overgeven aan je eigen zijn. Met alle littekens die erin zitten. Snap je? Dus dat, en dat is dan werkelijk zelfliefde. Namelijk, ik heb, ik heb het onbegrensd begrip. Zo ben ik begonnen, onbegrensd begrip. Dus ik heb mezelf begrepen, omdat ik in de greep ben van mezelf. Van het begrijpen van mijn karma-lijn. Van, van mijn verdriet. of mijn, of mijn vreugde. Zijn. Ik moet dat begrijpen. Dan heb ik greep op mezelf. Daar, en als ik dat aanvaard onvoorwaardelijk. En daar trouw aan blijf. Dus stamina heb aan dat wat ik zie. Dan ben ik toch een eenheid. Dan ben ik toch het goddelijke. Dan kan ik toch verdraagzaam zijn. Me overgeven aan de wereld. Ik durf het ravijn in te springen. En ik geniet van de val. Want ik vertrouw de landing. Dan ben je toch goddelijk? Hm. En ze is, ze is de duivel. Tegen zichzelf geweest, hè. Ja. Om ruimte te creëren voor het goddelijk. Dat is inwijding. En dat is dus dat begint met open zijn, zien van dingen. Uh, zwijgen hebben we over gehad, dus uh, stilte. Dus letterlijk ook stil zijn. Ik ga dat vertellen, Ik ga nou, maar alleen maar... Je hebt het verteld in de spiegel en wacht half uur. Kijk in de spiegel. Of kijk je man in de ogen. Uh, dus feestje viers... Dan de volgende fase is uh, van uh, inwijding. Um, als je zover bent als zo verbindt als zo'n vrouw of uh, met zeg maar deze inwijding, dan ben je al heel ver. Hè? Mm. Dan ben je al bevrijd, dan ben je al vrij. Dan laat je, je niet meer dicteren. Dan ben je geen marionet. Ja, dan kan je hem al buiten je laten. Um, de, vol de volgende fase is uh, dat jij jouw ziel interageert in... Um, uh, het volk. In het volk wat je werkt bent. Zeker je eigen tribe. Dat is, vroeger was het natuurlijk klein. Dus je eigen tribe. Dus je eigen familie alleen. Dus ga eens kijken. Ik, ik heb mijn eigen uh, 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 angsten en verdriet en pijnen aangekeken. Daar heb ik wat mee gedaan. Maar waren dat wel eigenlijk mijn... Ja, voor zo'n vrouw was het haar verdriet. Ja? Maar wat voor verdriet heeft er wel niet in die vader gezeten. Ja, ja. Ja. Nee, moest ze allemaal gaan doen. Dus waardoor ze zich haar ziel integreert in het geheel en dan voel je dus deel van het geheel. Hmm. Dan ben je nooit meer alleen, want je bent deel van het geheel. Wow. ja. En ikzelf heb ik dat meegemaakt door uh, 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 de, dit is letterlijk wat me gebeurd is. Ik Moet je eerlijk zeggen, ik, ik, uh, uh, als kind was ik, werd ik enorm veel gepest. Ik was klein, babab. Werd ook geminnacht. Werd ook vernederd, om het zo maar te zeggen. En ook in, in mijn jeugd, zeg maar. Ja. Dus ik, ik weet een beetje van. Die, ik ben ook zo'n fase doorgegaan. Dus uh, uh, een van de dingen die altijd had. hoe ernstig je ook vernietigd werd of ook wel eens geschopt bent geweest. En zelfs doodgewenst geweest. Dus ik moet dood enzovoort. Gaat dit dan om familie? Nee, het over... dit gaat over mij. Dus, dus nee, uh, ja, ik, uh, be ik bedoel meer in de zin van. met familieleden of met op school of zo? Op school en familie. Dus ja, gezin. Over, uh, uh, vader en moeder. Dus. Ja. Uh, en heb ik dan een slechte jeugd gehad? Nee. Heb ik dan enorm slechte ouders gehad? Nee, zij wisten ook niet beter. Maar dat moest ik eerst leren begrijpen. Ja, als jij de geschiedenis van mijn vader kent. Ja, dan kan je niet anders dan begrip hebben voor het feit dat hij zo was. En dan nog, heeft hij zich ingehouden. Hij had het vermogen om de werkelijke duivel in hem tegen te houden. Hmm. Maar ja, af en toe ontploft dat wel eens. Ja. ja. En, um, maar goed, dat had allemaal te zeiden uh, Maar in die jeugd, altijd als dat gebeurde, dan lag ik op bed of zag ik op de wc. Het waren hele korte momenten, zag ik altijd licht. Dat begon hier. En dat, dat draaide letterlijk zo, achter mijn hart langs naar mijn navel toe. En daar verdween het gewoon. En dat duurde drie, vier seconden. En dat heb ik altijd gehad. Altijd mijn hele leven heb ik van die momenten gehad. Nou, uh, naarmate de tijd voordat zo'n inwijdingsweg je beter gaat begrijpen. En je eigen kinderen krijgt, uh, en, en kennis verzamelt. Overigens, daar wil ik nog wat over zeggen. Ga je meer wijsheid bezitten? Hmm. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat je eigenlijk, wil je het Goddelijke bereiken, wil je zeg maar je almachtig voelen en dus het licht voelen, dus een inspiratie kunnen zijn voor de wereld, voor alles en iedereen. Ja, omdat je je Ik Ben voelt. Ik durf me in het licht te zetten. Ja, dat zie ik dus, de energie van het Goddelijke. Um, ik ben tot ontdekking gekomen dat. Je een onmetelijke hoeveelheid. Ik heb dus heel veel kennis verzameld, hè, dat begrijp je wel. Van alle gebieden: uh, fysiologie, biochemie, psychologie, kwantumfysica enzovoort. Er is een onuitputtelijke drang om dat te begrijpen. En dat is gewoon om mezelf te leren zien. Snap je wel? Dus ik heb een onmetelijke hoeveelheid kennis verzameld. En wat heeft me dat geschonken? Het besef dat ik een onmetelijke hoeveelheid kennis moet bezitten. Om te beseffen dat ik onwetend ben. Hmm. Nou, als je dat besef hebt van onwetendheid, dan bezit je wijsheid. En zelfs gedragen wijsheid, omdat je weet dat je eigenlijk niks weet. Maar toch weet je. Maar je gelooft niet meer. Dus ik ben inderdaad een ongelovige, niet-gelover, atheïst omdat ik ergens weet, omdat ik kennis verzameld heb, dat kan toepassen, daar mijn eigen woorden aan kan geven, mijn eigen ziel beter heb leren kennen en leren openbaren. Daardoor weet ik dat ik eigenlijk niets weet. Ik ben onwetend. En dat betekent dat er een bepaalde bescheidenheid groeit, uh, hogere verdraagzaamheid, uh, hogere tolerantie. Uh, weet je wel? Het momenten van meer licht. Ik zal jou vertellen waardoor dat weer getrokken is. Want het was een tijdje kwijt. Uh, uh, dus ik moest. Dat besef, dat, dat, dat besef van onwetendheid maakt je bescheiden. Een uh, beetje nederig ook. In bepaalde momenten. Maar je, dat weten. En dat wil ik wel uitdragen, want het bezit een boodschap die voor iedereen iets kan redden, een inspiratie kan zijn. Daarom zitten we hier bij over elkaar, ja. daarom schrijf ik een blog enzovoort, snap je? En maak ik filmpjes erover, ik heb die drang om dat te delen. Dat is een onbegrijpelijke drang, kennelijk is dat mijn pad, dat ja. is mijn lot. Ja. En zo zijn er velen geweest, ik denk aan Nelson Mandela bij wijze van spreken. Er zijn heel veel van zulke mensen die in zo'n eenwijding zitten, van een, and, van een andere dimensie groeien. Nee. Nou, dat is, ik ben een oude ziel. Gewoon ik ben gewoon een heel oude ziel, klaar. Met een opa-ziel die me dus daardoor een drang heeft om te vertellen. Meer is het niet. Dus, en alles wat je ziet in deze maatschappij op de social media en de, uh, filmpjes, en dingen die verklaren allemaal iets. Die halen ergens een kennis vandaan. En die kennis, dat zetten ze op een quote over dingen. Die van een ander is en chronisch gooien ze dat de wereld in, die quotes. Ze, ze zijn nog niet eens kennis aan het verzamelen. Ze zijn kennis aan het ja, maar imiteren. Ze zijn aan het imiteren, ja. ja. Dus met andere woorden, ze, weet, ze denken dat ze weten, maar ze hebben nog niet het besef dat ze eigenlijk niks weten. Ze zijn nog niet onwetend. Hmm. Nou, dat is voor mij al een teken dat je heel laag in je inwijding zit. Je bent, we hebben al enige stappen genomen, want je bent open, kennelijk, want je bent open voor die informatie. En dan ga je dat eruit pikken met welk doel? Duimpjes verzamelen op het internet. En het is niet om uh, inspiratie te schenken. Dat, is, dat wordt wel gezegd, ja, het is een inspiratie. Nee, dat is wat ik jou wil laten geloven. Dat is, daar zit het hele, hele internet vol mee. En de ene natuurlijk ernstiger dan de andere. Dus, uh, dus het is geen wet, ook weer niet waarheid. Het is zoals ik daarnaar kijk. Ja? Dus uh, en, uh, dat, uh, dat proces waar die jeugd in zit, dat komt gewoon. Ze krijgen zoveel informatie aangedragen. En ze, je, moet, je moet je leren onderscheiden. Als je je niet onderscheidt, ben je niet stel je niks voor. Nou, iedereen gaat zich onderscheiden. Allemaal tegelijkertijd. Niemand kan zich meer onderscheiden. Behalve degene die zich onderscheidt in nederigheid. Hoe hmm. 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 je nou... Begrijp je wat ik wil zeggen? Door jezelf te blijven, door hetzelfde blijven yes. en niet ga je je onderscheiden. De, juist, en ga dus niet die natte dromen verkondigen. Nee. En alle quotes. Dus, we hebben zo'n quote van een of andere guru die, die uh, Mordek of zoiets... En dan krijg je, so true, so true, so true. <laughs> ja, je zult het al worden. Ik, wow. ja, dat, is, dat bedoel ik nou met. Uh, en dat is allemaal oké, okay, hè? Ik bedoel. Uh, ik bedoel nee, ja, ja, ze zitten natuurlijk ergens in dat proces. Ergens in het proces, je. ja. Maar het is wel gewoon ja. goed om voor mensen die misschien ook in dat proces zitten, of ik herken sommige punten ja. ook uh, wat ja. je aangeeft, ja. om gewoon daar bewust van te zijn. En te van hé, waarom doe ik dit, weet ja. je wel? Nou, en heeft Rut op dit moment gelijk? Dat ja. kan ook natuurlijk. Nee, dus dan En dat, je dat is dus openstaan en patronen van jezelf willen zien. Ja. Als je dat kan zien, dan zeg je, "Verrek, die oude kale, ja. Daar begon het, die kon wel eens uh, even wel een punt. Laat ja. ik dat nou eens doorbreken, dan groei je. Ja. Dat, be, dat zei ik de een ja, over, ik ja. snap je? Ja, nou, uh, de laatste fase, dus dat die, die fase van eenwording met je tribe, dus uh, zien wat voor verdriet uh, en, en pijnen in jouw familielijn zit. Ja, wat voor inc incarnaties? Nou, uh, incarnaties kan je letterlijk zien als je uh, al ziet. Dus daar kan je in dromen, kan je visioenen van je incarnaties. Hè? Dat kan als je zo open staat al. Uh, ayahuasca of zeg maar uh, drugs kunnen daarbij helpen dat je werkelijk helemaal open gaat staan, dat je veel meer informatie. Ziet. Dus, uh, is dat de weg daarvan? Plant... Dat is wel nu een trend. Ja. Ik vind dat wel een beetje de goedkope weg. Zo. Dat is. Ja, laat ik zo zeggen, ik ben er niet per se een tegenstander van. Ik heb het zelf één keer gedaan. En ik ga ja. je die ervaring vertellen. Ja. Daarna stop ik. En dat geldt dus voor alles. Met andere woorden, je, het is, je zit ergens in een bepaald niveau. En daar kom je net niet doorheen. Dan kan je een duwtje krijgen door bijvoorbeeld ayahuasca te ja. En verrek, ik heb een nieuwe openbaring. Maar dan is het ook klaar. Ga je nou chronisch aan de ayahuasca. Dan zeg je chronisch tegen jezelf dat je een gesloten eenheid bent die nergens gevoelig voor is. En maar chronisch een prikkel moet krijgen om iets te zien. Nou, dan zit je wel heel laag in je inwijdingen. Hmm. Maar ik presenteer me wel als een ingewijde. Toch? Ja. Tenminste. Een aantal. Dus uh, 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 ik heb ook dat gedaan. Eén keer zo'n ayahuasca. En wat gebeurt er? maar Ik heb daar, uh, pff, weet ik hoeveel uur daar gelegen. En ik heb werkelijk, werkelijk, uh, mijn, uh, want dat we, dat wist ik. Want dat had ik al onderzocht. Ik ben een viking. Uh, mijn voorouders komen uit uh, de fjorden vandaan. En uh, ik heet Elvers en de S staat voor San. En ELF betekent zalm, vis. Dus ik ben een zoon van een vissersman die op zalm afvist. Mm -hmm. Binnen. Uh, Letterlijk zo. Uh, zowel van mijn moederlijke lijn, die kwam meer uit Zweden vandaan naar Finland. Uh, mijn vaderlijke lijn, echt de Vjord. Mijn vader is via Denemarken afgezakt naar Duitsland en zo naar Nederland en Frankrijk. Uh, en mijn moederlijke lijn is via IJsland naar uh, Ierland gegaan en dan van Ierland hier weer terug. In elk zijn die beland. En mijn moeder komt dus inderdaad uit deze omgeving vandaan. Uit Hoorden, overigens. Schoutenstraat, hier heel dichtbij. En uh, uh, dat wist ik. Um, Daardoor ging ik ook begrepen waarom ik als ik een banaan vrat, uh, gewoon door de knieën ging. Want mijn voorouders hebben nooit een banaan gegeten. Ja, dat groeit daar niet. Dat groeit daar niet. Ja, nou dus nee. ik moest walvis over een eten. Nou, toen ging ik in één keer mijn lichtje aan. Ja. Dus, maar goed, dat allemaal de zijde. Dus uh, ik lag daar. En ik, ik zag in één keer allemaal licht. Allemaal. Toen begon ik, zag alleen maar licht. En ik had een ding op mijn hoofd, hè. En... Uh, ik zag alleen maar licht, vonkelend licht. Zoals ik vroeger altijd had gezien, maar nu buiten me. Buiten me, niet in me. En toen, toen ik dat. Hadden, toen zag ik letterlijk in één keer kampvuur. in een grote gebouw. houten gebouw met kampvuur. en hoop gelach. En, en eten en feesten. en vrouwen en mannen die gewoon met elkaar bezig waren. Gewoon in grote ruimte, heel openbaar, heel lijfelijk, heel liefde delend en vreugde delend en, ple en plezier. Dus ik heb vreselijk gelachen om die beelden en de woorden die ik daar hoorde. Ik hoorde letterlijk wat er gezegd wordt. Ik was gewoon mijn triep in die ervaring, die openbaring. En ik heb het eerste instantie, voordat ik dat licht, heel koud, heel, ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik moest helemaal ingepakt worden en het gaat nog kouder. Daar begon het. En daarna begon pas dat licht. Ik het hele, echt, toen de, die ervaring, ik barstte uit elkaar van de hitte. Dus ik heb oh, ben alles uitgetrokken. Je had verteld het me maar later. Ik had het wel een beetje door. Maar dan stond ik daar in Menaki. En uh, ik ging staan. En het grappige is, draaide, ze deden in zo'n ceremonie, hebben ze wel van die trommels en die geluiden en die bellen, en er draaide wat muziek op de achtergrond. Dat maakt de sfeer, dus dat maakt het, dat je wat meer op gemak voelt. Dus dat speelde ook een rol. En ik ga staan, en dat licht dat buiten me was, dat kwam naar me toe, heel snel. En het zat in één keer hier, en tegelijkertijd draaide er muziek die zei, You are the light of your soul. En dat licht wat buiten was aan het begin, ging in mijn hoofd. door. En nu ging het niet hier stoppen. Nu zou je navel stoppen. Nee, ging mijn benen doorheen, door mijn voeten. En ik zag op de grond. een zee van licht. Ik was letterlijk licht doorheen. En er werd gedraaid. You are the light of your soul. Dat was mijn ayahuasca. Heb je maar één keer nodig. Dan hoef je toch niet chronisch achterna te rennen. Ja, als je daar vrede. Mensen juist dus, dan ja. ik dat weer. Ja, niet. nou. Dus toen voelde ik me letterlijk een dag of vier, vijf. Goddelijk. Letterlijk voelde ik me God. Verlicht. volledig licht. Letterlijk orgastisch geladen. Hoog in energie. Was onvermoeibaar. Ik heb nog nooit zoveel kunnen trainen. En zo hard. Nou, ik ben 70, maar kon als een beest ging de keer. Twee of drie keer op een dag. Ik was onvermoeibaar. Dat zakte dan wel weer eens een beetje weg. Want er waren allerlei dingen. En, uh, uh, ik, ja, er komen ook mensen naar me je toe. Je vrouw wist niet wat, je, wat haar overkwam? Nee, ik was al gescheiden. Ja, was, ja. ja als mijn vrouw. Ja. Ja, gelukkig maar voor haar. Nee, ik ben een jaar uh, zes, zes of zo. Ik ben niet, precies. Uh, Weggescheiden. Ja. Uh, en dat was gewoon klaar. We hebben, we hebben de eerste zoveel jaar goed gehad. Maar onze zielen waren niet op dezelfde inwijdingsweg. Dus dat groeit op een gegeven moment uit elkaar. En ja. ja, dan moet je gewoon zeggen: het is klaar. En we zijn goed uit elkaar gegaan. Natuurlijk zijn er zo her en der vrevels. Ik heb het ook weer niet op de allermeest. Uh, ding. Ik ben gewoon weggegaan. Er was al zoveel spanning en zoveel gepraat. Er was gewoon stil. Ik kon het niet meer. Dus ik ben van, bijna van de ene op de andere dag weggegaan. Uiteraard is dat niet zoals het eigenlijk hoort. Hmm. Dat had echt op de manier moeten. En nou, potverdikken, waarheid vertellen. Dit heb ik omzeild. Dus als je het over uh, wat vroeging hebt, is het dit. Ja, ja dat daar draag ik wel bij me. Maar goed, uh, we zijn goed uit elkaar gegaan. En we zien elkaar nog bij verjaardag enzovoort. Ik heb twee werkelijk fantastische kinderen. Werkelijk fantastisch. En vier kleinkinderen. Waarvan alle vier, ja, de, 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 het is er net één geboren. Als ik dan al zie hoe die communiceert en hoe open. Dan denk ik, wow, jij weet, jij weet, jij weet echt. En mijn oudste kleinzoon en mijn, mijn kleindochter, alle drie zijn hoog begaafd. Ze zitten echt richting 140 en 158, geloof ik. Maar die zien, die zien letterlijk energie al. Dus die zijn letterlijk een incarnatie van mijn lijn. En ook van mijn vrouwslijn natuurlijk. Ja. Omdat, je dus, um, omdat je dus in deze leef zoveel, zoveel, bent gekomen. Ja. Eigenlijk beginnen zij verder op ja. de, nou, exact. jouw kinderen ja. beginnen dan op jouw status. En ja, ja, ja. ja. Als, je, als je ziet hoe mijn zoon het leven staat en ja. hoe, hoe uh, 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 en, en zij met zijn vriendin en zo, als je ziet hoe dat, maar ook mijn dochter met haar man en hoe dat, Dat denk ik, wow. Dat is voor mij een spiegel. Ik heb ja. een aantal dingen fout gedaan. Omdat ik nog te veel in frustraties had. Dus ook ja. mijn woedeaanvallen had. Maar ja. dat is ook frustratie hiermee. Dat is ook werken, dat heb ik. Soms denk ik nog wel eens aan. Dan ga ik gewoon zweten. Dan, dan ben ik daar nu helemaal klaar mee. Maar omdat ik zelf een inwijdingsweg ben gelopen. En zij zijn gewoon meegewandeld. Ja. En ze hebben natuurlijk via DNA ook van mij wat meegekregen. Ja. Zijn zij nu in, al gestart op een hogere inwijding? Het ja. Ja? is eigenlijk ook. In dit leven weet je wel, uh, als we naar stap 4 uh, gaan, uh, ja, uh, face your fears. Ja. Als je het niet voor jezelf wil doen, moet je het eigenlijk voor je kinderen en je kleinkinderen ja, doen. Van, ja. Die gaan ja. sowieso dezelfde ja. Waar, ja. Jij, waar, ja. waar jij tegenaan bent gelopen, al die ver, dingen die je vervelend aan jezelf vindt, die je ja. vervelend aan anderen vindt, ja. dat komt sowieso daar ja. terug als jij het zelf niet oplost. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Dat is het. En het gevolg daarvan is uiteindelijk, als je dat oplost, dan word je ook oordeelloos. Je hebt geen oordeel meer. Je kan gewoon een ander laten zijn. Dus dan word ik niet boos en dan word ik niet gefrustreerd als politieman de, dat, ik, dat er iemand uh, weerstand biedt tegen zijn arrestatie. En dan uh, met mijn knie op de grond hou en dan zo hard doen dat hij overlijdt. Ja, dat is toch ook in Amerika gebeurd. Meedoen dat er uh, rassenverschillen zijn. Zoveel frustratie zit er in mensen. Ja, bedonderd. Dat zijn niet-ingewijden. Snap je? Ze staan niet open, zijn volledig rigide, volledig angstig. En alles wat dan even anders is, in kleur of in gedrag of in woord. Nou, vernietig het. Maar ga nu eens kijken. En als je dan kijkt, wat voor mensen dat dan ook zijn, altijd, tenminste dat zie ik, altijd zijn ze in verregaande staat van ontbinding. Oftewel, ze zijn niet in staat om de lichamelijke structuur te handhaven. Dus als je zo iemand vastpakt, dan denk je, wat heb ik eigenlijk vast? Dus er ge, bijna dat geen valt spierma's. bijna geen spier uit elkaar. Het valt bijna uit elkaar. Ja. Ja. Dus, en dat toont zich gewoon letterlijk in niet alleen dikke buiken, maar ook vocht vasthouden en dus gezwollen benen en anders staan anders lopen. Op en, 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 daar, en dat kan zich dan met pillen nog handhaven. He, dat kan nog een taak uitvoeren inclusief van politieman of weet ik van wat, maar degene die het meest ge 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 gefrustreerd is, die, als je die in een uniform aantrekt, of het nou van de politie of het, het leger is, of, of uh, het uniform van uh, de nette das dasjes van de regering enzovoort, ja, die konden wel eens heel vervelend gaan doen. Want die gaan na één keer dan voelen ze zich almachtig vanwege het uniform. En het uniform is ook gewoon een stropdas met een, een blauwe blazer en een blauwe broek. En dat is hetzelfde. Ja, een dus, net als de dokter ook niet. Ja, met, zijn met een witte jas. En, en, exact. snap je. dus? met zijn zwarte. Exact. Allemaal hetzelfde. snap je. En dan, dan durven ze zich wel te presenteren. Maar trek dat uit. En wat blijft er dan over? Nou, Ook oh, ja, oh, dat is natuurlijk weer geld. Niet altijd, hè. Ik bedoel. Ja. Uh, ik geef dit alleen maar als voorbeeld, dat we zo geneigd zijn om uit frustratie te handelen, omdat we niet verdragen kunnen zijn, omdat we onze inwijdingsweg niet doen. Ja. En deels hangt dat aan druk vanuit de maatschappij, en deels hangt dat, ik jaag natte dromen na, deels hangt dat aan de, wat, dat wat ik eet, en uh, high fructose corn syrup is een vernietiger van hetzelfde. Ja. Dus als je dat chronisch over lange periode vernietigt, letterlijk je ziel je, je, je ziel, je eigen bezieling. Je ligging gaat gewoon uit. Dus het is eigenlijk alles wat je consumeert, daar moet je even goed over nadenken. Ja. Dus uh, ik ja. consumeer nieuws, ik consumeer social media dingen, ik ja. consumeer, weet je veel, magazines, ja. whatever. Ja. Maar ik eet ook een uh, paar Big Macs uh, per ja. dag. Ja. Uh, dus ja. Je moet overal eigenlijk kijken: van oké, okay, exact. En dat is, en dat is dus iets. fase 2: het zien van patronen. Ja. Ja. He, dat heeft allemaal invloed op je. Dus uh, uh, zonlicht heeft invloed op je. Uh, de wijze waarop uh, we met elkaar omgaan. Alles is informatie. Dus wat is leven eigenlijk? In de basis der basis der basis der... Nee, in het fundament der fundamenten. Het authentieke van leven. Wat is het authentieke van leven? Informatieoverdracht. Letterlijk, ik heb een bepaalde lading. Jij hebt minder lading. En ik wissel dat uit. Want ik wil symmetrie. De natuur zegt symmetrie. Dus als ik meer heb, jij, moet ik, dan ben ik ongelijk. En on, onwaardig. Ja. Dus natuur zegt letterlijk: ik schenk je mijn energie om symmetrie te creëren. Dus leven is letterlijk symmetrie. Ja. En leven is God. En symmetrie is eenheid. Nou, creëer nou eens inside symmetrie. Dus het mannelijk en het vrouwelijk. Het duivel is het goddelijk. Het duivel is het goddelijk ja. enzovoort. Het duistere. in. Dus ook de angsten in, de vreugde. Dus als je die symmetrie. Dan ben je letterlijk een eenheid. En dus het goddelijke. Ja. Dan ben je letterlijk leven. Zoals leven bedoeld is. En dan ben je letterlijk informatiedrager. Van heel hoog niveau. Je bent orgastisch geladen met leven. Zou je dan misschien de inspiratie der inspiraties kunnen zijn voor mensen? Yep. Ja. Mooi. En dan ben je, het Goddelijke. <laughs> ja, mooie afsluiting. Dacht ik ook. Ja. Ik heb van je genoten. Ja, ik ook. Ik vond het echt een leuk. Deel. We gaan even ook kijken naar andere onderwerpen. Want ik vind het echt, uh, ja. Ik heb nog nooit zoveel geleerd in uh, podcast. Dus uh, het is ook een andere manier van denken. Ja. En uh, ja, daarom. Uh, ik heb natuurlijk uh, een sessie gehad. Ik heb ook nooit. Bij iemand anders, nog steeds, had ik van de ook Dat ja, hoeft niet te worden, maar bij jou had ik wel een beetje het gevoel van: hé, hey, op een of andere manier voel ik dat dat uh, zo moet zijn. Mm -hmm. En uh, ja, dan ga je dus ook je uiterlijke dingen onderzoeken, kom ik eigenlijk achter mijn afvalkammer, weet je, waarom heet ik zo? Ja. Je, dat soort vragen ga je dan stellen. Ja. En dan kom je ja. eens, uh, via via ja. uit van waarom het zo is. Dat ja. het eigenlijk niet mijn echte achternaam is, maar een bijnaam van me. Opa, uh, die ja. had dus ook die kaak, weet je wel? Dat ja, lijkt ja, een beetje ja. dus op. Uh, nou, bij een baard heb je die teugel, zeg maar. Ja, ja. Yeah. Yeah. En dus zij heeft dus een beetje dezelfde kaak. Nou, dat heb ik dus ook een beetje. Dus ja. daar komt die <laughs> <Ja>. achterna vandaan. <laughs> oh, Fantastisch. Dat is bizar toch? Ja, dat is bizar. Dat is nou um, inwijding in je karma lijn, in je familielijn, in je ja. je uh, tribe. Ja. Dat je daarmee verwant gaat voelen. Ja, ik vond ook sterk dat je zei van ja, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Nee. Dus daarom is het juist belangrijk om te yeah. kijken van, yeah. uh, hey, but, yeah. Yeah. weet je wel, yeah. soms moet ik yeah. niet, ik zei ook zelf toen ook, ja, eigenlijk niet heel veel heftige dingen in mijn leven gebeurd of zo. Of daar ben ik redelijk vol bespoed van uh, uit ouders en dat soort dingen. Uh, dus zeg maar als ik dan over... Heb. Verkrachting of dat soort dingen denk ik. Op dat niveau dacht ik nou ik heb eigenlijk helemaal geen trauma nee. Maar ja je gaat dan als je anders ja. kijkt zie je wel ja. dat er ja. een bepaalde dingen die je ja. zelf moet oplossen ja. Dus dat vond ik uh, zeker interessant. Dus ook voor mensen die denken van hey ik uh, wil hier meer over weten. Ga naar je blog of ga gewoon in een keer een gesprek met jou uh, inplannen. Ja. Um, en Rutelvers.nl. dus. Ja. Dat, dat wordt een, echt een boekenblog. Het wordt een, dat een boekblog wordt, ja. Waar jouw is... informatie over gedraagt, jou, ja. Jouw levenswerk. Ja. En uh, ja, je gaat dus vaker ook video's maken. Dus ik zal gewoon lekker uh, jouw website gaan houden. Ja, nou oh, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, het, ja, precies. En uh, ik wilde ook eigenlijk nog afsluiten met: als je nog een minuut uh, van mij krijgt, je laatste minuut op aarde, en je moet nog iets meegeven van die drie topics die we allemaal besproken ja. hebben, of in ieder geval je filosofie over het leven. Hoe die nieuwe generatie zich moet gedragen. Mm -hmm. Wat zou je in één minuut tegen de nieuwe generatie of de wereld achterlaten? Leef je licht en je zal een tijdloze oneindigheid zijn. En je licht gaan leven is letterlijk via een inwijdingsweg en die loopt altijd via het dragen van een kruis. Dus ontloop never nooit een kruisgang. Ga de kruisgang aan. Dus stress is nodig, angsten zijn nodig. Pijn is nodig om je licht te kunnen leven, om je een tijdloze oneindigheid te kunnen voelen. Mooi. Mooi. Dankjewel. Staat hem hier af.